kan geen livestream mee draaien nu. Maar het wordt wel opgenomen en morgen is het al via YouTube te bekijken. Ook voor eventueel mensen thuis die niet hier vanavond aanwezig kunnen zijn, maar wel geïnteresseerd zijn in het debat. Verder heb ik twee mededelingen. Dinsdag aanstaande vindt de vierde bijeenkomst voor het definiëren van indicatoren en bijbehorende normen plaats. Het onderwerp zal dan zijn het programma Ondernemend Breda. U bent daarvoor van harte welkom, maar in verband met het eten verzoeken we wel even om aan te melden, ook voor het eten, als u daarvan gebruik wilt maken. Verder wil ik u ook reeds wijzen op een informatiebijeenkomst over de burgerbegroting. Die is op 29 februari aanstaande. Zie hiervoor ook de informatie op Notubis. Dan kom ik bij de insprekers. Er hebben zich twee insprekers aangemeld. Dat zijn mevrouw Van der Wal en de heer Brandt, die ik nog niet heb gezien. Hij is er wel. Hij is binnen. Hij is binnen. Nou, ik heb hem niet meer van de instructie kunnen voorzien, maar dat zal ik dan straks ter plekke ook nog een keer doen. Ze spreken beide in namens de Stichting Actieve Bredase Koffieshophouders bij de bespreeknotitie herijking softdrugsbeleid in Breda. Bij het vaststellen van de agenda, wat dus nu aan de orde is, wil ik dan ook voorstellen om dat agendapunt als eerste te bespreken, zodat ook de insprekers dan meteen aan het woord kunnen komen en niet hoeven te wachten tot de agenda is afgehandeld. Kunt u daarmee instemmen? Ja? Zijn er nog andere opmerkingen over de agenda? Ja, meneer Maas. Ik zou graag bij agenda punt 2, daar staat 2 minuten voor, zou ik graag iets meer spreektijd hebben. En dan bij agenda punt 3 zou ik als tegenprestatie niks zeggen. Kunt u daarmee instemmen? Ja? Nou, dan zullen wij dat toestaan. Dan komen we bij het agendapunt vragen half uur. Daar zijn geen vragen voor binnengekomen, dus dat gaan we snel door naar de bespreeknotitie cannabis. Voordat ik dat doe, ga ik het woord geven aan de insprekers Margriet van der Wal en Rick van der Brandt, namens de actieve Bredase koffieshophouders. De procedure is als volgt. De insprekers krijgen elk 5 minuten om in te spreken. Nadat zij hun inspreekbeurt hebben gedaan, blijven ze even staan om uw vragen te beantwoorden. En nou, dan kunt u daar wel of niet in uw bijdrage ook op ingaan. Ik heb bij dit agendapunt enkele weken geleden u voorgesteld om dit agendapunt, ondanks dat het een bespreekstuk is, in 2 termijnen te behandelen. De burgemeester zou heel graag wat specifiek van u op de verschillende maatregelen die hij voorstelt een reactie willen. Maar om u ook vrij te laten in uw eerste bijdrage om alles te kunnen zeggen en vragen wat u zelf wil, wil ik voorstellen om eerst een gewone een bijdrageronde te doen van 5 minuten. En dan, voor wie er behoefte aan heeft, is niet verplicht, nog in de tweede termijn eventueel specifiek in te gaan op interventies die u wellicht mist, die u fantastisch vindt of die u controversieel verklaart. Voorzitter? Ja? Volgens mij hebben we daar als fractie helemaal contact met u over gehad. Ja. En vragen wij ons als fractie af, waarom we afwijken van de standaardprocedure. Volgens mij hebben we gewoon een bespreekpunt, dat doen we altijd in 1 termijn. Ja. In de 2e termijn stelt u voor om in te gaan op die specifieke aandachtspunten en die actiepunten. Ja. Dus ik wil dat ook best in de 1e termijn doen, hè. Daar ben ik niet te beroerd voor. Mm-hmm. Maar laat het vooral niet een suggestie wekken dat we in 2 termijnen dus uiteindelijk iets gaan besluiten. Want nee, dat klopt. Mij niet nee, essentie. Nee, het blijft een bespreekstuk en het komt nog een keer terug als adviesstuk. En dan gaat weer de gewone 2 termijnen, zal ik maar zeggen. Doe het niet moeilijk en dan blijf ik het vreemd vinden dat we het in 2 termijnen doen. Ik snap dat uw fractie dat vreemd vindt en toch stel ik het voor aan de vergadering om het zo te doen. Is de vergadering het daarmee eens? Ja? Prima, dan doen we dat zo. Dan gaan we nu over naar de insprekers en dan wil ik als eerste mevrouw Van der Wal het woord geven. Geachte aanwezigen, op dit moment wil ik graag inspreken namens de Vereniging Actieve Bredase Koffieshop Ondernemers.
Ik ben oud-voorzitter en momenteel in functie als interim-voorzitter. De vereniging heeft u een gezamenlijke reactie van de vereniging Doetoenkomen per brief en per mail op de nota herijking softdrugsbeleid Breda 2016. In deze nota staan voornemens die een verandering inhouden ten aanzien van het huidige coffeeshopbeleid. We zijn geschrokken van de harde taal en ook de vele pagina's die hierin beschreven staan over criminaliteit en georganiseerde misdaad. Ook wordt er in het stuk een hele sterke, harde mening geuit over het feit dat namelijk iedere willekeurige coffeeshop-exploitant verbonden zou zijn met criminele organisaties. Daar passen wij voor. Dit gaat voorbij aan het bestaan van 8 gedoogde Bredaanse coffeeshops, alle ondernemers bibop getoetst en al 20 jaar geleden verenigd in gezamenlijke reacties op de concertnota's van het Bredaanse coffeeshopbeleid. Zij spannen zich in voor veiligheid, leefbaarheid en gezelligheid. Er is na 40 jaar gedoogbeleid nog steeds geen regulering van die zogenaamde achterdeur. Deze tegenstelling wordt harder, harder en harder. Wie neemt daar de verantwoording voor? We begrijpen niet waarom de aanpak en repressie tegen de hennepindustrie momenteel samengevoegd is met voornemens tot verandering van beleid van de Bredaanse coffeeshop. Dat is eerder nooit zo geweest. Aan u, raadsleden, vragen wij: wat wilt u doen met de politieke ruimte die er ontstaan is voor het reguleren van de achterdeur? Het meest ingrijpende voornemen tot verandering is die om een nieuw uitsterfbeleid in te stellen, namelijk in de Bosstraat. Er ontbreekt een verhuisregeling. Ja, hoe kan het nou dat er plotseling een voornemen bestaat tot uitsterfbeleid in de Bosstraat? De onderzoeken, metingen en monitoren gaven tot nu toe een beeld van geen beeld van onveiligheid. Op de kop van de Bosstraat is een parkeerplein. Als je de Bosstraat binnenkomt, meteen aan de rechterkant, is deze gelegen aan de rechterkant. Deze parkeergelegenheid is voor bezoekers van winkels, restaurants, cafés en coffeeshops. Het af- en aanrijden van automobilisten lijkt ons ook een heel logisch gevolg van het bestaan van zo'n parkeersituatie. Wij kunnen maar niet begrijpen dat de publieke tolerantie ten aanzien van een situatie van een aantal bij elkaar gelegen cafés zo verschilt dan die ten opzichte van 2 coffeeshops die bij elkaar gelegen zijn. En wij vragen aan de raad in geval van toepassing een verhuisregeling. We achten het aantal van 8 shops in Breda evenwichtig ten opzichte van de marktwerking. Dank u wel voor uw aandacht. Zijn er vragen voor mevrouw Van der Land? De heer Elbertsen. Ja, wat u zei net, als ik het tenminste goed gehoord heb, dat er politieke ruimte is ontstaan om het anders te gaan doen. Maar waar baseert u die politieke ruimte op, zeg maar? Recent dat het rapport wat uitgekomen is door de VNG dat een politiek draagvlak geeft voor het reguleren van de achterdeur. En dat steeds meer burgemeesters en gemeentes bereid zijn om uiteindelijk een angel te halen uit een vrij ernstig probleem. En dat het reguleren van de achterdeur is en helaas nog niet het legaliseren, maar wel het reguleren. Eerst Papens. Vraag even in relatie ook tot de parkeerplaats. Heeft het idee dat er de laatste jaren, zeg maar, in de Bosstraat, dat daar de overlast te wijten is aan straathandel of juist aan de klanten die bij de shops daar langskomen? Dus hoe ziet u die ontwikkelingen? Nou, dat met het implanteren van het i-criterium in 2012 is daar natuurlijk, dat kun je ook allemaal in de krant lezen, dat diverse plekken in het centrum er opeens veel meer straatdieners kwamen die overlast veroorzaken doordat zij onveiligheidsgevoelens bij mensen teweeg brengen.
Ik heb het zelf het idee, maar het gaat hier niet om mij, hè? Dus er moet daar voorzichtig mee zijn. Dat is afgenomen. Ik werk als vrijwilliger in de Bosstraat. Ik heb daar vroeger gewoond, dus ik loop daar vaak. En ik denk momenteel is het redelijk te doen. De parkeersituatie daar op dat plein is natuurlijk wel iets van, ja, daar komen auto's in en uit, maar dat lijkt me logisch. Er is de afgelopen jaren zoveel onderzoek en de gemeente heeft zoveel energie en aandacht besteed om, om daar aandacht aan te geven, om daar iets mee te doen. En dat dan toch de uitkomst is dat die overlast en die onveiligheid zeker, dat daar geen sprake van is. En wat ik wel wil zeggen, mede namens de leden, dat zij altijd bereid zijn om mee te helpen. Maar daarvoor moet je wel een drempel over en soms misschien een zaak in om een bedrijfsleider of een eigenaar gewoon te zeggen, help, ik vind dit niet prettig of ik heb daar last van. En dan groot voorstander van om die drempels naar beneden te doen en elkaar op zo'n manier te ontmoeten. Ja, en we willen als vereniging ook in de Bosstraat bemiddelen om in die zin dat we bij de overleggen die er zijn momenteel, er worden ook trainingen gegeven om daarbij te zitten, om onze medewerking te verlenen en om communicatiekanalen weer op te zetten. Is dat, ja? Uitgebreid, ja? Okay. Ja. De heer van het Hof. Ja, dank u wel en dank ook aan de inspreker. In uw brief die u ons heeft toegestuurd, daar vallen mij twee dingen aan op waar ik even een vraag over zou willen stellen. Ten eerste gaat het over de preventie en de voorlichting op verschillende middelbare scholen. Daar schijnt geen behoefte aan te zijn. Kunnen u misschien even verder uitleggen wat dan de reactie? Ja. Wij bestaan als vereniging natuurlijk nog al 15 jaar. We hebben in het verleden ook op een structurele basis overleg gehad. Daar zat verslavingszorg ook bij. Ten aanzien van het punt voorlichting zijn wij ook mee gaan denken. Want in de brief, het is niet mijn brief, het is de brief van de vereniging. Ja. Aan de hand van reacties op de nota. Dat met dat stuk voorlichting en veiligheid. Dus blijkt dat daar bij de verslavingszorg en dat daar gewoon modellen, modules liggen om voorlichting te geven. En dat als we daar verder over doorvragen, dat het dus blijkt dat er op enkele middelbare scholen in Breda gewoon deze voorlichting geweigerd wordt. En dan metsel je al iets dicht. Daar waren wij destijds best erg verbaasd over. En dat stuk voorlichting, omdat het uiteindelijk in de problematiek natuurlijk toch ook wel over dat coffeeshopbeleid heen stijgt. En het gaat over het totaalbeeld van hoe wij omgaan met elkaar, hoe wij omgaan met genotsmiddelen. En dat die kwetsbare groep jongeren, waar mijn zorg ook heel erg naar uitgaat. En ik ook denk van ja, daar is ook bereidheid voor in de vereniging om een stukje mee te werken. Dat die kwetsbare groep gewoon goed voorgelicht wordt. Als je ze pas bereikt bij de leeftijd 18 jaar, en het gekke is dat die coffeeshops in Breda zowel de enige horecagelegenheden zijn waar je zulke informatieborden met allemaal folders hebt over verschillende drugs. En ik vind 18 jaar te laat. Zelf als moeder van twee kinderen zou ik zeggen, doe het op de basisschool, voor ze de middelbare school, voordat ze naar de middelbare school gaan. Dat ze wat weerbaarder in de vrij harde maatschappij komen te staan. Ja, mijn tweede vraag zou zijn, en die gaat met name over het voorbeeld in Haarlem wat u ook aanhaalt, over het keurmerk. Ik heb even navraag gedaan in Haarlem. En in Haarlem is het in een vereniging zitten als coffeeshopondernemer een van de voorwaarden. Ja. Maar daarnaast zijn er nog meer aanvullende voorwaarden nodig. Voordat er, ook onder andere de scholing en opleiding, maar ook wat u net al zei, voorlichting in de winkel zelf. Hoe staan jullie daar als coffeeshopbranche tegenover? Om ook die maatregelen te nemen om eventueel een keurmerk te kunnen gaan voeren. Nou, de leden zijn altijd bereid en enthousiast om zeg maar meer maatschappelijke
erkenning te krijgen. Ik weet niet precies hoe dat moet zitten. Want op, in principe wil je daar ook nog wel voor buigen om cursussen te gaan doen en zelf voorlichting te gaan geven in een zaak. Maar op een gegeven moment gaat het ook een beetje ridicuul lijken. Een keurmerk echter, denk ik, van ja, als je bedrijven certificeert en dat geeft de gemeenschap een goed gevoel van controle, dat, dat je niet hoeft te vertrouwen op dat personeel van weten weet, maar dat ze daarvoor opgeleid zijn. Dat kan gewoon een goed gevoel geven en daar doe je het dan voor. Want je moet in die 25, 30 jaar toch keihard blijven knokken. Hè, en met liefde om die grenzen van de vrijheid die we hebben te bewaken. En ik vind ergens qua integriteit, dat zeg ik ook al als je als koffieshophouder zelf voorlichting gaat geven, kan de publieke opinie ook daarin natuurlijk wel heel wat klap brengen. Want dat zou wel eens niet integer gevonden kunnen worden. En dat mensen die daar speciaal voor opgeleid zijn, dat misschien wel beter kunnen doen. Maar om hier aan mee te werken en ook om ideeën of nieuwe modules te maken, dat is welkom om daarover te denken. De heer Noorhoff heeft nog een vraag voor u. Ja, dank u voorzitter. Er is een maatschappelijke ontwikkeling gaande waarbij men bij consumptie van goederen zich steeds meer dient af te vragen hoe de productie in elkaar zit. Ja. Als ik dan in uw brief lees, bladzijde 1, middenin, de kolom productie achten wij niet van toepassing in de koffieshopbeleid, vind ik, en mijn vraag is hoe u dat ook vindt, vind ik dat u voorbij gaat aan deze maatschappelijke ontwikkeling. Dat je niet kan zeggen, ja, de productie interesseert ons geen meter. Maar daar onderscheid ik twee dingen, want in een nota koffieshopbeleid voor gedoogde koffieshops, die zijn gedoogd en productie is illegaal, helemaal verboden. Dus dat is de crux van dit moment, dat past daar niet in. Maar dit is geen koffieshopbeleid. Als u verder leest, dan zijn wij uitermate voor een analyse van het product. En wat een winkelier wil, is gewoon 100% achter zijn product kunnen staan. Dus er is al heel lang een schreeuw vanuit de gedoogde koffieshop door heel Nederland om een gereguleerde, gecontroleerde aanvoer, zodat je kunt analyseren en dat je mensen een product kunt verkopen, gegarandeerd vrij van pesticiden en verzwaringsmiddelen. Maar daarvoor moeten wij eerst tot die eerste stap nemen en dat is tot regulering komen. Dus ik hoop dat u dat begrijpt, de productie nu is dat illegaal. Dat is toch wat deze notitie zegt? Pardon? Even alleen voor de vragen, Tom. Ja? Ja. Ja. Dank u wel voor uw inspreek, bijdrage. Dan wil ik nu het woord geven aan de heer Van der Brand. Dank u wel. Het is niet Van den Brand, maar gewoon Brand. Meneer. Oh, excuses. Voor Rick Brand. Ik ben voorzitter van de vereniging ABC, actieve Breda's koffieshop ondernemers en koffiepouder in de Borststraat. Ik kom hier vooral, Margriet heeft een heel goed verhaal net gehouden over de algemene situatie. Ik kom vooral een uitleg geven over de situatie Borststraat. In de nota wordt geopperd dat het verstandig zou zijn om een 300 meter grens tussen koffieshops als nieuwe luid in te voeren. Ik begrijp niet goed waarom. We hebben het meerdere keren over de Borststraat gehad in vorige praatjes die ik ook hier ook heb gehouden. Ook over algemeen beleid, maar iedere keer is hier ook weer op ingegaan. Ik zie geen aanleiding voor dit beleid, een 300 meter afstand. Er is geen overlast in de Borststraat. Overlast die er eventueel was voor 1 mei 2011 is natuurlijk meer dan gehalveerd sinds de Belgen en Fransen en al die mede-Europeanen en wereldburgers niet meer, geen toegang meer hebben tot koffieshops. Je ziet het aan de parkeerplaatsen, er is veel meer parkeerplaats als vroeger. Ruime parkeerplekken op het pleintje en voor de koffieshops. Vroeger stond alles vol. Dus waar is de aanleiding tot dit nieuwe beleid van een 300 meter criterium ten opzichte van koffieshops? Er is geen rapportage van overlast, waarvan ik bekend ben. En als die er is, zou ik van graag kennis van nemen. Zijn er rapporten die overmatige overlast aantonen? Als je
Zeg donderdag, vrijdag, zaterdag, zondagavond, dat zijn de horecaavonden. Vroeger de natte horeca, coffeeshops, wordt als droghoreca geacht. Als je door de straat loopt, s'avonds, tussen 9 en 12 uur 's avonds, dan constateer je in de Bosstraat geen overlast. Er is drukte hier en daar, er zijn straathielers soms nog actief, het is minder dan vroeger. Dat heeft te maken met het I-criterium wat nog steeds wordt gehandhaafd. Als dat los wordt gelaten, dan verdwijnen de straathielers. Dat blijkt uit Eindhoven, waar de handhaving is gestopt op het I-criterium en de straathielers gelijk zijn verdwenen. Er komt een evaluatie op dat beleid binnenkort. Wij zijn er heel benieuwd naar. Er is wat overlast van die straatdilletjes, alhoewel het veel minder is als vroeger. En verder, ja, valt het enorm mee. Als ik dan op diezelfde avond, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondagavond, een rondje doe, tussen 9 en 12 uur 's avonds, na 12 uur ben ik nu eigenlijk niet meer in de binnenstad. Dan zie ik op de havenmarkt en de grote markt, zie ik politie zeer, zeer grootschalig aanwezig. Politie te paard, politie te fiets, mountainbikes, politie soms twee busjes met vier agenten, acht agenten die erbij staan. Dat is blijkbaar nodig omdat daar overlast is. Er zitten daar kroeg aan kroeg aan kroeg aan club, aan nachtclubs, aan disco's. In een zeer geconcentreerd in de buurt. Niemand gaat roepen, hier is blijkbaar overlast, want er is veel politie nodig, wat veel geld kost voor het publiek. Niemand gaat roepen dat de kroegen gespreid moeten worden. 300 meter tussen kroegen. Terwijl daar blijkbaar overlast is. En in Borstraat is die overlast er niet. Ga gewoon een rondje doen. Vier avonden, de vier drukste avonden per week. En je ziet zelf dat dit eigenlijk een beetje onzin in Borstraat is. Dank u wel. Ja. Zijn er vragen voor de heer Brandt? Nee? Dan dank ik u wel. Ja, graag. Dan gaan wij nu over naar de bespreking in eerste termijn. Wie van u kan ik daarvoor het woord geven? De heer Koniuszek. Ik wil het even snel GroenLinks. Ik zeg even de partijen erbij voor straks de kijkers thuis. We weten ze op welke partij aan het woord is. Ik ga hem even opzoeken, maar mijn iPad begint leeg te lopen. Ik heb geen prik hier, dus ik wil even de vraag te zien. Ja, moet ik om gaan draaien? Heb je mijn groene stroom? Dat is het. Sorry, even voor het geluid. Kan nog steeds misschien toch de microfoon op? Bij Dirk Onjusje? Ja. Ja, ik heb het al opgeladen. Mag ik even een vakje tippen? Dan toch met de microfoon, beter? Zoals bekend dringen wij al langer aan op een herijking van het softdrukbeleid in Breda. En we danken de burgemeester dan ook voor deze heldere en behoorlijk uitgebreide bespreeknotitie. En hierin staat niet alleen de geschiedenis beschreven van hoe het gedoogbeleid zich ontwikkeld heeft, maar ook er worden ook een aantal interventies aangereikt om het failliete beleid, zoals het nu gedefinieerd wordt, om dat om te vormen. En een van de belangrijkste oorzaken van het faillissement van dat eerder toch wel succesvolle beleid is wel het wel gedogen van de voordeur, maar het niet regelen van de achterdeur van de coffeeshops. Ergens in de bespreeknotitie staat de vraag van en wat gaan we nu doen, nu dat beleid niet meer werkt? Stoppen met gedogen, zoals bijvoorbeeld in Bergen op Zoom-Roosendaal gebeurd is. Gaan we door op dezelfde weg en proberen we nog een tijdje verder of slaan we een nieuwe weg in? En meteen daarna worden de antwoorden eigenlijk al gegeven. Stoppen is geen optie, want dan verdwijnt alles in de anonimiteit en in de criminaliteit. Doorgaan op dezelfde weg is ook niet meer, hoort ook niet meer tot de mogelijkheden. Dus we moeten zoeken naar een nieuw systeem. Daar hebben we wel landelijke wetgeving voor nodig. En daar zit hem, en mevrouw Van der Wal zei het al, daar zit hem eigenlijk op de crux. Ik ga niet het hele stuk doorlezen of doornemen wat best compleet is. Maar ik ga me beperken, en dan heb ik geen tweede termijn nodig,
tot de interventies die voorgesteld worden om het beleid verder uitwerking te geven. En de tabel op pagina 20 geeft een heel goed overzicht daarvoor. Gebruik, verkoop, productie worden apart behandeld in de categorieën preventie, regulering, repressie en zorg. En ik loop die vier categorieën even door. Als we kijken naar preventie, is het natuurlijk prima om te voorkomen dat jongeren probleemgebruikers worden. Ik schrik dan wel van de opmerking, en mevrouw Van der Wal herhaalde het net gegeven op de vraag van de heer Van der Hof in de brief van de vereniging APC, dat op middelbare scholen, of een aantal middelbare scholen, blijkbaar niet veel zin hebben om preventieprogramma's of informatieprogramma's rondom softdrugs te draaien. En onze vraag aan de burgemeester en aan het college is dan ook, klopt dat beeld? En wat gaan we er dan aan doen? Want wij vinden dat wel heel belangrijk. Ik merk aan mijn kleinkinderen wel dat er op de basisscholen over gesproken wordt. Ze hebben het erover en ze beginnen er zelf over. Maar met name in de gevoelige leeftijd op de middelbare school, dan gebeurt dat op een aantal plaatsen blijkbaar niet. En we kunnen echt niet wachten, en daar staan we achter de vereniging ABC, we kunnen echt niet wachten tot ze met 18 jaar uiteindelijk beslissen een keer de drempel over te stappen en een coffeeshop in te gaan. Bij regulering en de interventies die verder genoemd worden in de categorie preventie, daar kunnen wij achter staan. Bij regulering zouden we de locatie van de coffeeshops in overleg met de vereniging van de coffeeshophouders willen bespreken. Van ons hoeft dat niet per se in het centrum. Ik zie de noodzaak daar niet helemaal van. En de afstand tussen de coffeeshops als er alleen veranderen als er echt gebleken overlast is. Ik zou me kunnen voorstellen bij gereguleerde teelt dat het een voordeel zou kunnen zijn om dicht bij elkaar te zitten. Want dan zou je je allebei op iets anders kunnen specialiseren. En dan krijg je een beetje het schoenenwinkelstraat effect. Dat trekt alleen maar meer klanten aan en die hebben dan in elke winkel een ander product wat ze kunnen ophalen. En als er geen overlast is, zie ik niet de noodzaak om dat uit elkaar te halen. Het belangrijkste punt van de hele notitie vinden we eigenlijk het punt 2 onder productie. De lobby met andere gemeenten om een pilot voor elkaar te krijgen om gereguleerde teelt te gaan proberen, uitproberen op een aantal plekken. Wat zijn de effecten en wat houdt het in en wat zijn de consequenties? Ik denk dat alles daarvan afhangt of de andere interventies op een of andere manier ook een kans van slagen hebben. Onder repressie nog een opmerking. Harder aanpakken, dat kun je eigenlijk alleen maar doen als je de coffeeshops losweekt. En dan heb je het weer van het criminele circuit. Dus bij een gesloten keten rondom de coffeeshops. Dan kun je ook zeggen, nou de rest die klopt niet, dus die kunnen we ook keihard aanpakken. We voelen ook wel mee met de burgemeester als hij het heeft over het duivelse dilemma. Hoe zorgen we ervoor dat onze jongeren onder de 18 jaar niet in de handen van straathandelaren terechtkomen? Met alle risico's van dien. Geen gecontroleerde kwaliteit, contact met harddrugs, etc. Een strengere aanpak van de verkoop van deze groep zal volgens ons niet werken. We zullen daar andere manieren, innovatieve manieren en creatieve manieren voor moeten bedenken. En die zouden ook op de middelbare scholen kunnen beginnen. En het volgende punt zit eigenlijk al in de categorie zorg. Het is prima om de illegale wietenteeltlocaties voor langere tijd te sluiten. Maar vergeet niet dat sommige mensen, sommige inwoners en misschien ook wel ondernemers, onder dwang en uit geldnood een kwekerij toestaan in het pand. Kunt u tot een afronding komen? Ja, bijna. En wat ons betreft gaan we in die gevallen ook kijken naar een oplossing via bijvoorbeeld schuldsanering of op een andere manier. We moeten deze kwetsbare groep ook een kans geven om uit dit circuit te stappen. Alles bij elkaar, een goed stuk om mee verder te gaan. Met als belangrijkste, zoek partners om vanuit de landelijke politiek de ruimte te krijgen om te experimenteren met gereguleerde retail. Dank u wel. Ik dank u wel. Wie mag nu? De heer Kwaars. Ik wil een vraag stellen. Vraag stellen? Ja. Het gaat over het laatste punt wat u maakt. Want u moet het even goed terughouden. U zegt, er zijn mensen die noodgedwongen
productie toestaan en die mensen moeten we ook helpen. Dat u dat dus toelicht ook. Dus maar mag dat toch gewoon niet? Die mensen gaan toch niet helpen? Nee, er zijn mensen die worden gedwongen doordat ze diep in de schulden zitten, ja? Om door, zeg maar, noem het maar criminelen, om een deel van hun pand af te staan om daar een kwekerij in te beginnen. Hoeven ze niks aan te doen, krijgen ze geld voor en dat wordt dan geregeld. Als die kwekerij ontdekt wordt, moeten zij hun huis uit. Wij pleiten ervoor dat je even kijkt naar de achterliggende oorzaken en dat je dan kijkt van misschien moeten we, om ze uit het circuit te krijgen, wel een vorm van schuld. Hulp, schuldsanering of dat soort dingen geven. Ik zeg niet dat dat altijd zo is. Ik snap uw punt, hè, maar in het verhaal van uw houdt hebben ze ook zelf toestemming gegeven om dat te doen. Dus volgens mij is dit inderdaad iets genuanceerd om ze dan vol te gaan helpen. Maar ik begrijp wel het punt wat u maakt. Ja. Ja. Wie mag ik nu het woord geven? De heer Tax van Trots Ouderen Politiek Actief. Zeker van. Voorstellen. Ja, Breda heeft het gebruik van de softdrugs al jaren geleden als een maatschappelijk gegeven onderkend. We liepen daarmee niet voorop, we waren zeker ook geen achterblijver. Dat beleid is een heel goed beleid gebleken en ik hoop dat dat toch niet in wezen wordt aangetast. Ik heb soms de indruk bij het lezen van de stukken dat dat al wat meer gerelativeerd wordt, dat het softdrugsgebruik een maatschappelijke realiteit is. Er wordt toch te veel de nadruk gelegd volgens mij op het ontmoedigen. Dat moet ook gebeuren, maar het is eigen verantwoordelijkheid van de burger om al dan niet dat soort genotmiddelen te gebruiken, naar mijn overtuiging. Het beleid in Breda, dat bestond in het gedogen van een beperkt aantal coffeeshops gevestigd in de binnenstad van Breda. Verkoop en gebruik, bezit, was strafbaar en is nog steeds strafbaar, maar werd gedoogd binnen het kader van landelijk geformuleerde gedoogregels. Door de regulering van de verkoop en de consumptie werd aan de ene kant de markt van soft en harddrugs gescheiden. In het belang van de volksgezondheid, die heeft zeker gewerkt. En aan de andere kant werd de overlast, de criminaliteit bestreden door een intensief optreden tegen straathandel en de verkoop vanuit drugsbanden, illegaal verkoop buiten de coffeeshops om. Dat is een beleid dat succesvol is gebleken. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken. Het beleid is geloof ik ook bijgesteld, uitgebreid, genuanceerd, bepaalde onderdelen. Maar in overal is het beleid ongewijzigd gebleven. In de loop. De bespreeknotitie nu die geeft aan dat toch een vervolgstap moet worden gezet. In lijn met het rapport van VNG, een werkgroep met de titel Het failliet van het gedogen, zou ook het lokale Bredaanse beleidskader moeten worden herijkt naar het model van een nieuw landelijk beleidskader met als pijlers daarin preventief beleid om cannabisgebruik zo mogelijk tegen te gaan en is een nog een meer strikte handhaving als prikkel om beleid na te leven. Lijkt ons zeker een juiste benadering, mits het hoofdelement van het beleid niet wordt aangepast. Als dat niet de bedoeling is om in ieder geval het beleid gestand te doen, zoals het in het verleden is uitgezet, dan is dat denk ik heel goed om meer aandacht aan preventie te geven. Een nieuwe cannabiswet, als die ooit mocht komen, zou denk ik een hele goede zaak zijn. De hele keten van productie, verkoop en consumptie gereguleerd. De titel van dat VNG-rapport vind ik eerlijk gezegd enigszins misleidend. Dat geldt niet voor de inhoud, maar voor de titel. Er is naar onze mening absoluut geen sprake van een faillissement van het gemiddelde drugsbeleid, softdrugsbeleid. Als er al van een failliet mag worden gesproken, is dat het landelijke beleid dat nagelaten heeft de productie en de bevoorrading van de coffeeshops in het gedoogbeleid te betrekken. Daardoor kon de georganiseerde misdaad via de aanvoer aan de achterdeur zich meester maken van de productie en dankzij de daar behaalde winst zich verder ontwikkelen, ook als producent van harddrugs. En deze inconsistentie in het beleid, reguleren van verkoop en consumptie, maar de productie overlaten aan de illegale markt, kan de gemeente niet worden verweten. Ik wil duidelijk vastgesteld hebben, daar valt de gemeente bij daar niets te verwijten. Dus die titel vind ik een ongelukkig titel. Goed, dat is een keuze geweest van de VNG om het zo te omschrijven. Het wekt een verkeerde indruk, maar wie het rapport leest, weet dan de echte bedoelingen. Om de greep van de georganiseerde criminaliteit op de samenleving een halt toe te roepen, zou de landelijke overheid nu eindelijk eens een stap moeten durven zetten om gereguleerde teelt van cannabis ten behoeve van de gedogende verkooppunten mogelijk te maken. Daardoor kan dan ook de kwaliteit worden gecontroleerd van belang voor de volksgezondheid. Die wordt dan daardoor effectiever beschermd. En het is daarom goed dat Breda blijft aandringen op regulering van de achterdeur, de hoop op meer voortvarendheid bij de landelijke politiek.
In afwachting daarvan biedt de notitie, herijking, softwares bij Breda een actieplan met maatregelen op het gebied van gebruik, verkoop en productie om tot de herijking van het Bredaanse beleid te komen. En dat is dan met de titel softwaresbeleid, maar het is in wezen door de kern van het oude koffieshopbeleid. De diverse maatregelen komen straks in tweede termijn uitgebreid aan de orde nemen. Dan hou ik het even hierbij, dit algemeen beschouwen. Fijn. Dank u wel. Meneer Fuik. Gaat u bijdragen of had u een vraag? Nee, ik ga bijdragen. Dan zeg ik er even bij dat u van Breda 97 bent. Dank u wel. Mijn bijdrage is eigenlijk vrij kort. Ik kan denk ik ook wel bij de vorige sprekers min of meer aansluiten. En dat komt bij dat we de afgelopen 6 jaar geloof ik 8 keer of 9 keer over dit onderwerp hebben gesproken. En ook onder de vorige burgemeester dus... waar we nu eigenlijk naar deze gewenste status voor ons toewerken. Onder deze burgemeester moet ik wel zeggen dat de volksgezondheid wat navranter in de stukken is naar voren gekomen. De heer Noorhoff heeft ondertussen... Oh, heeft gevraagd. Ik meld mij om straks het woord te voeren. Oh, sorry, excuses. Excuses meneer Fuik, u mag doorgaan. Ja, goed, anderen hebben het ook al gezegd, voorlichting is heel belangrijk. Die lobby voor die gereguleerde teelt samen is heel belangrijk. En daar wou ik het bij laten, want anders verval ik toch in herhalingen. En ik vind het een goed stuk. En in de tweede termijn zullen we het dan nog wel eventjes over de interventies hebben. Dan ga ik nu naar de, naar de bijdrage van meneer Noorhoff. Dank u, voorzitter. Even wachten op de microfoon. Meneer Noorhoff van... Ik weet niet of dat nodig is, maar dan doen we dat. Van de partij Bob. Ik doe dit met notubus, dus ik moet straks even gaan navigeren. Maar mijn eerste punt is onze waardering voor de diepgang van de verkenningen. Daarmee stellen wij voor te streven naar zo groot mogelijke gemeentelijke autonomie over de gehele keten. Zodat zoveel mogelijk maatwerk mogelijk is. Dit ondanks de opvattingen van de coffeeshopshouders hierover. Want daarmee worden zij in onze opvatting geen deel van de oplossing, maar blijven een deel van het probleem. Met de regie over de hele keten zit de gemeente niet met de problemen aan het eind van de keten veroorzaakt aan het begin van de keten. En hopelijk komt daarmee een eind aan het juridisch wanproduct van het gedogen waarmee iets dat verboden is, toch mag. Ik heb wel eens buitenlanders op bezoek, dit is niet uit te leggen. Dank u. Sorry, nee. Neem me niet kwalijk. Neem me niet kwalijk. Wij hebben ook ons huiswerk gedaan dat de burgemeester ons opdroeg bij raadsbrief en bij dagmail om ons over de interventies uit te spreken. Wij vinden dat de kans op het succes van de interventies niet moet worden overschat. Het maatschappelijk draagvlak en het juridisch draagvlak daarvoor is erg smal voor die interventies. Want breed gedragen is de opvatting dat als je ergens zin in hebt, nou dan doe je toch gewoon. En als het dan niet mag, juridisch niet mag, nou dan zijn de straffen geen ontmoediging. En iets dat in generaties is ingeslopen en bestuurlijk is ingebed en juridisch ook voor is gecapituleerd, het gedoogbeleid, draai je niet in 1 generatie weer terug. Dank u. Ik dank u wel. Wie mag ik het woord geven? De heer Elbertsen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. wij zullen een iets ander geluid laten horen. Gezond drugsgebruik bestaat niet. Dat schrijft de GGD in haar uitgave. Cannabis is schadelijk. Wat onze fractie betreft gaan we daarmee niet experimenteren. Cannabisgebruik kan ernstige gevolgen hebben. Een joint is geen onschuldige softdrugs. Het is dikwijls de eerste stap naar verder. Intenser en harder drugsgebruik. De meeste harddrugsverslaafden zijn begonnen met 1 joint. 1 joint werkt als een slaapmiddel met gewenningsproblemen. Geeft een gedragspatroon van 3 glazen bier en kan de longen evenveel belasten als 20 sigaretten. 1 joint versterkt gevoelens. De negatieven worden negatiever, depressie en frustraties nemen toe. Sociaal denken kan de volgende stap zijn. 1 joint verandert het gedrag. Dat kan impulsief, asociaal en heet gebakerd worden, zelf psychotisch of psychosociaal. Excuses, u heeft een vraag voor u. Eerst de heer Van het Hof en dan de heer Spapens. Ja, voorzitter, want ik heb een vraag aan de heer Elbertsen.
En de vraag gaat eigenlijk op het volgende. Juist hè, overheidsingrijpen en overheidsoptreden, dus ook door middel van reguleren, door middel van andere dingen, doen we vaak als risico's groot zijn. Zo met alcohol, zo in het verkeer. Dus ik vraag me af, hoe kijkt u dan naar het drugs toe? U geeft nu aan dat we daar repressie op moeten toepassen. Maar dan zou ik graag van u willen horen, hoe gaat u dit problematiek die we nu hebben dan wel aanpakken? En hoe verhoudt dat zich dan tot het optreden van de overheid? Ja, nou ja, goed, ik ben natuurlijk nog niet klaar met mijn verhaal, hè, dus ik kom daar zeker op terug. Maar hè, waar het in mijn betoog vooral om zal gaan, dat zijn vooral de jongeren. Hè, dus welk signaal geven wij af naar jongeren? Dus als je me even toestaat, dan krijg ik nog een vraag van de heer Spapens, maar dan kom ik daar zeker nog op terug en anders aan het eind van het verhaal zeker. De heer Spapens. Ik hoor je net zeggen dat, als ik u begrijp, aantoonbaar bewezen is dat het roken van een jointje leidt tot suïcidale neigingen, depressiviteit, allerlei ziektes die je niet zou willen hebben. Dus ik zou je willen vragen, kunt u met onderzoeken aankomen aantoonbaar wanneer dat bewezen wordt? Want ik hoor doorlopend andere verhalen tot en met. Ik lees heel veel wereldwijd over de geneesbare kracht van cannabis, hoe mensen van kanker kunnen genezen, allerlei andere dingen dus. Hoe rijmt zich dat tot uw onderzoek wat precies de omgekeerde weg is? Kunt u dat ten nader verklaren? Ja, nou ja, volgens mij heb ik niet gezegd aantoonbaar bewezen. Dus ik heb alleen even gezegd wat ik uit publicaties lees, wat een joint kan doen. En dit wordt met name door bijvoorbeeld GGD's en andere soort van organisaties opgeschreven. Dus dat neem ik dan maar even aan. En ik neem aan dat daar onderzoek naar gedaan is. Een joint verandert het gedrag. Dan weet ik eigenlijk niet of ik die net gehad heb. Ja, dat was ik. Die heb ik wel gehad, ja. Een joint verandert het denken. Ja, we hebben er nog één. Normvervaging, concentratie en persoonlijkheidsstoringen, verlies van contact met de werkelijkheid, demotivatie, onverschilligheid, angst en paniekaanvallen kunnen toeslaan. Intellectuele vermogens en oordeelkundig inzicht verminderen. Een vroege startleeftijd van cannabisgebruik wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op het later ontwikkelen van psychotische stoornissen, afhankelijkheid. Het gebruik van highdrugs en mogelijke cognitieve stoornissen. Het op jonge leeftijd beginnen met roken wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op het ontstaan van cannabismisbruik en cannabisafhankelijkheid. KVF is mede initiatiefnemer van de rookvrije generatie. Zij zijn een bewustwordingsactie gestart met als slogan: zolang wij sigaretten normaal vinden, onze kinderen dat ook vinden. Deze boodschap staat haaks op de boodschap die wij afgeven door de achterdeur van de koffieshop te reguleren. Hiermee suggereren wij een schijnveiligheid. De kwaliteit van cannabis is de laatste jaren sterk verbeterd. Aan het begin van het gedoogbeleid, zo'n 40 jaar geleden, was het THC-gehalte 4%. Nu is dat 15 tot 17%. Daarom staat cannabis op de lijst 2 van de opiumwet. Het kabinet heeft een ontwerp wetswijziging naar de Raad van State gestuurd voor plaatsing van hennep en hashis met 15% of meer THC op de lijst 1 van de opiumwet. Deze beoogde wijziging vindt plaats vanuit het oogpunt van de volksgezondheid. Vooral van jonge mensen. Ook verwacht het kabinet dat deze maatregel een generaal preventief effect zal hebben op de productie en export van cannabis. Vanwege de hogere strafbedreiging die voor lijst 1 middelen geldt. Waarmee de criminele ondernemer een wezenlijk hoger risico gaat lopen. Onze jeugd heeft de toekomst. Daar moeten wij voor opkomen. Onze scholieren staan derde op de wereldranglijst betreffende het gebruik van cannabis. Het hoogst is Frankrijk, gevolgd door de Verenigde Staten. 38% van onze jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die zeggen regelmatig te gebruiken, kopen hun drugs in de coffeeshops. Dat is opmerkelijk, want dat zou niet mogen kunnen. De ingestelde werkgroep van de VNG ziet de afweging van een aantal opties, maar één levensvatbare optie. Namelijk de regeloptie, waarin de overheid een systeem van regels inricht voor de cannabisproductie, handel en verkoop. Beschermen van de volksgezondheid is een van de redenen waarom volgens de werkgroep het beleid moet worden aangepast. Dat staat haaks op wat het kabinet voorstelt.
Door de suggestie te wekken dat door het reguleren van de teelt een veilige plek wordt gecreëerd om gezond drugs te kunnen gebruiken, is onze fractie bang dat nog meer jongeren drugs gaan gebruiken. Dat is het omgekeerde dat wij zouden willen bereiken. Wij willen minder jongeren aan de drugs. Wij geven liever een signaal af dat jongeren aan het denken zet en de drugs laat voor wat het is. In het failliet van het gedoven wordt de methode Berg op Zoom Roosendaal beschreven. Deze steden hebben in 2009 het nulbeleid ingevoerd en sloten de bestaande coffeeshops. Hierdoor vermindert het aantal drugstoeristen significant, net als de drugsoverlast en de illegale handel. Immers, de systematiek van de coffeeshops trekt de straathandel aan. Bijkomend effect was het vrijkomen van capaciteit bij de politie. Via de media hebben wij kunnen vernemen van burgemeester Niederer dat Roosendaal niet van plan is om weer coffeeshops toe te laten in deze gemeente, mocht het voorstel van de bestuurlijke werkgroep worden overgenomen. Roosendaal houdt de deur potdicht voor cannabisteelt. Niet reguleren dus. De CDA-fractie kiest het model Berg op Zoom Roosendaal als voorbeeld voor Breda. Herrijken van het coffeeshopbeleid betekent voor ons het sluiten van alle coffeeshops. Wij willen de handel in drugs niet stimuleren, maar minimaliseren. Dank u wel. Aan wie kan ik het woord geven? Ik had eigenlijk nog een vraag. Nog een vraag? Oké. Okay. Want ik heb niet helemaal het antwoord namelijk gevonden op de vraag die ik eerder stelde. En namelijk van hoe denkt u dan in te kunnen grijpen? Volgens mij, u haalt het voorbeeld in Roosendaal aan, hè, de deur vol dichtgooien. Maar vervolgens is daar echt straathandel, dat is één. En twee is dat degene die willen halen naar Breda moeten komen om het te halen. En dan denk ik, ja, als ze dan naar Breda toe komen, ik heb liever dat ze naar Breda toe komen. Omdat ze hier in ieder geval in een shop zitten waar in ieder geval op een, met voorlichting en met preventie er aandacht besteed kan worden aan een verantwoorde manier van gebruik. Niet gezond gebruik, want dat bestaat niet, zelfs met alcohol niet. Maar verantwoord gebruik, en ik denk dat we daarvoor moeten gaan. Daar heb ik nog geen antwoord op. Nee. Nou ja, het is het signaal wat je afgeeft. Hè. Dat is ook wat het KWF zegt in het kader van het roken. Ik bedoel, zolang je sigaretten normaal vindt, dan vinden kinderen dat ook normaal. Het signaal wat je nu gaat afgeven is, naar kinderen toe met name, je gaat iets reguleren. Dus dat betekent mogelijk meer veiligheid. En als je kijkt naar Roosendaal en Berg op Zoom, burgemeester Niederer heeft in dezelfde werkgroep gezeten als onze burgemeester. En hij neemt daar op dat punt gewoon afstand van. Op basis van de ervaringen die hij blijkbaar heeft. Dus het zou heel erg interessant zijn om eens een keer met bijvoorbeeld een delegatie een keer daar te gaan kijken. Van nou, wat betekent dat dan? Want ook Roosendaal zegt van nee, de straathandel is gewoon afgenomen. En dat lijkt me ook logisch. Want straathandel wordt aangetrokken in mijn beleving, in onze beleving, door de coffeeshops. Daar waar de handel is, daar gaan de anderen naartoe. 75% van de handel wordt verkocht via de coffeeshops en 25% op straat. De heer Haar heeft een aanvullende vraag. Ik heb een vraag aan de heer Andersen. De heer Niederer staat als mede-ondertekenaar, als een van de burgemeesters onder dat rapport. Ik kan me toch niet voorstellen dat hij dat rapport van de hand wijst en als naam onder het rapport zet, als een van de deelnemers van de informatie erin staat. Ja, toch doet hij dat op dit punt. Althans, hij zegt, hè, want het gaat over dat rapport ook, gaat het over reguleren. No way. Wellicht gaat de burgemeester daar nog in dat ze De heer Le Maire. Ik had een vraag voor ja. Meneer Albers, u zei net, Frankrijk heeft het hoogste cannabisgebruik. Maar het geeft ook aan dat het in Frankrijk verboden is. Dus het verbieden blijkt, werkt dus blijkbaar niet. Prohibitie. Ja, maar Zweden heeft een 5 keer lager gebruik, zeg maar, als wat wij hier in Nederland doen. En dan mag het ook niet. Dus het is maar net in het rijtje waar je kijken wil. Wij hebben het hier blijkbaar goed geregeld. Dat is wat we in feite met z'n allen altijd gezegd hebben. Maar we staan daar nog steeds derde als het gebruik. En dan met name ook nog onder jongeren. Want als je kijkt, onze jongeren blowen 2 keer zoveel als in de rest van Europa. En daar gaat het mij even om. Jongeren, ik bedoel, het is hun toekomst en het is ook de basis voor hun toekomst. En ook als je kijkt bij Kentrum en alle verslavingsinstituten, die maken zich daar gewoon grote zorgen over. En mijn betoog is, van welk signaal ga je nu naar jongeren afgeven? Als je zegt van nou laten we gaan reguleren. Want die
zullen niet begrijpen dat daar een heel verhaal aan hangt. Dat je zegt van nou, we gaan extra handhaven en alles. Dus ook op dat punt van repressie. Maar ja, goed, ik vind sowieso, dat moet je dus altijd doen. Maar als je gewoon sluit, dan hoef je dat ook niet te doen, waarschijnlijk. Dank u wel. Dan ga ik naar de volgende spreker, de heer Spapens. Van de SP. Dank u wel, voorzitter. Ouderwets op papier. Voorzitter, dit is een dossier dat eigenlijk op eenvoudige wijze op te lossen is. Regel de achterdeur. Echter, we hebben nationaal en internationaal afspraak gemaakt, waardoor het nog niet zo eenvoudig is om die oplossing toe te passen. Er zijn al verschillende opmerkingen gemaakt, dus het is op zich wel duidelijk. Voor ons is het duidelijk dat op dit moment het lokaal niet oplossen door tegen regeringsbeleid in dingen te doen die niet mogen. Maar we kunnen natuurlijk wel hangende dat men ontwikkelingen gaat hebben met z'n allen aan de slag om te zorgen dat we als er ontwikkelingen zijn die positief zijn voor de sector, gelijk daar ook op verder voort kunnen borduren. Oftewel, het is wijs om in de nota, dus net zoals in het echt, eigenlijk een scheiding te trekken. Criminaliteit, illegale teelt aanpakken. Illegale straathandel aanpakken. Het is goed te horen dat er al wat minder is, want een jaar geleden was het echt het klotsen tegen de plint omhoog. Ondertussen gaat tegelijkertijd met het ABC, en wat de SP betreft is dat al lang een keurmerk, samen aan de slag om de mogelijkheden en de onmogelijkheden te bekijken wat betreft het telen van cannabis met een keurmerk. Dit weer een afwachting van eventuele toestemming van bovenaf. En als je gaat telen, doe het dan biologisch, want u heeft het over volksgezondheid. Je kunt beter biologisch iets nemen dan dat er allemaal chemische middelen in zitten die je niet wilt hebben. Voorzitter, de SP is geraakt door de bereidhartigheid van het ABC om elke keer weer mee te denken. Hun geluid door de jaren heen is vaak hetzelfde. Echter, in hun laatste brieven geeft ze terecht aan dat ze het beu zijn om over één kam geschoren te worden met de criminelen die het voor iedereen verpesten. Het ABC, dat zijn ondernemers met hart voor hun zaak, voor hun klanten en de straat. En de heer Brand zei het al, en ik ben het wel met hem eens, ik ken weinig ondernemers die zo vaak hun stoepje vegen, en dat zie ik s'avonds in het centrum echt een stuk minder. Dus misschien dat daar nog wel wat winst te boeken is voor caféhouders. Want met z'n allen zijn we tenslotte verantwoordelijk voor de stad. Om de 8 bestaande coffeeshops die al jaren in het ABC verenigd zijn, die zijn gebiebopt, om die de malaise van illegaliteit aan te wrijven, dat is echt de verkeerde weg. Het uitsterfbeleid van de 8 shops wat voorgesteld wordt, dat moet je niet nastreven. Hoogstens in overleg een herplaatsing. En waarom niet even vrijdenkend, dacht ik dan, een van de shops in de Bosstraat, als die toch mee wil werken, verhuizen naar bijvoorbeeld Hazeldonk. Zou je een locatie kunnen doen met toestemming om eventueel toeristen te kunnen ontvangen. Dan kun je ze gelijk doorverwijzen naar Breda. Prachtige stad, gezellig winkelen, leuke cafés, allerlei mooie dingen. Het is mijn ideetje, burgemeester. Ik had het net al even over wereldwijd in Amerika, Zuid-Amerika, Azië, Afrika. Maar ook in Europa hoor en lees en zie je steeds meer over liberalisering van cannabis. Laat het over aan de markt. Onder strenge voorwaarden. Ik weet het, het is nog niet de juiste tijd ervoor in Nederland. Ooit liepen we voorop, dat doen we al lang niet meer. De toekomst zal het leren welke kant we uitgaan. Gebruik in ieder geval de overleggen met de shophouders om tot werkbare oplossingen te komen. Het voorstel van de shop om bijvoorbeeld van 500 gram naar 1000 gram voorraad te gaan, zijn we erg van gecharmeerd. Het is wat ons betreft een investering in veiligheid. Je hebt minder verkeer, minder mogelijkheden om criminaliteit te ontmoeten. Dus wat dat betreft zouden wij zeggen een uitkomst vanuit de praktijk en een verschuiving van focus. Voorzitter, dit is mijn eerste bijdrage. De rest komt in de tweede termijn. Dank u wel. Dan ga ik over naar... Had u een vraag of wilt u een bijdrage doen? Ik wil een bijdrage doen. Dan ga ik eerst naar de heer Lemaire van Kritisch voor Breda. Voorzitter, dank u wel. Voor mij ook even wat dat betreft een vuurdoop. Over het cannabisbeleid. Goed om dit aan te pakken, denk ik. Het huidige en dan vooral het landelijke beleid faalt. En wat volgens mij de essentie is, is dat het huidige beleid leidt tot eigenlijk georganiseerde criminaliteit. Mensen in armere wijken die daar het slachtoffer van worden, overlast.
En volgens mij is dus veiligheid het grootste probleem. En ik heb het ook toen ik in de CDA-fractie zat, eigenlijk vooral daarop op gehamerd. Regulering, en dan regulering over de hele keten, is een manier bij uitstek, we zien dat in de Verenigde Staten, om de veiligheid in de samenleving te doen terugkeren. En het bespreeknotitie die er ligt is een opmaat naar die regulering, hartstikke goed. En wat mij betreft is het een opmaat naar volledige legalisering. En als dat landelijk zover nog niet is, dan kunnen wij misschien in Breda daar de voortrekkersrol in nemen. Dus wat dat betreft ben ik erg enthousiast over hetgeen er staat. Zeker als het ook nog gaat in overleg met de branche. Veiligheid en leefbaarheid in Breda voorop. Ik heb nog wel een ander punt, voorzitter. In de stukken die we hebben gehad, zien we heel zwaar de hand van burgemeester De Pla. En dat wisten we natuurlijk eigenlijk al voordat hij naar Breda zou komen. De burgemeester maakt zich hard voor dit politieke punt. En dat is een beetje ook waar mijn bezwaar in zit. Het is politiek. En we hebben in Nederland nog steeds een achterhaald systeem van benoemde burgemeesters. Kijk, op het moment dat wij als Breda een burgemeester kiezen die een dergelijke politieke agenda wil voeren, dan hebben wij daar als samenleving voor gekozen. Maar nu wordt het ons, even naar mijn gevoel, en ik stel hem expres even op scherp, wordt het ons opgelegd. Vooral als het niet alleen maar gaat om zaken als veiligheid, maar dat we hier ook een pleidooi horen voor volksgezondheid. Volksgezondheid hoort volgens mij niet bij de portefeuille van een burgemeester. Dus ik wil heel graag de burgemeester uitnodigen om daar zo dadelijk een reactie op te geven. En ik wil als suggestie meegeven van als wij met dit verhaal doorgaan, en ik denk dat we dat zeker moeten doen, is het dan ook niet een idee om het verhaal in handen te leggen, de aanspreekpunten te hebben bij iemand anders in de raad, bij een van de wethouders. Tot zover mijn bijdrage, voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Van het Hof van D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is even een andere manier van de microfoon vasthouden, maar ja, het zal er velen geen verrassing zijn, maar D66 is een voorstander van het reguleren van de achterdeur. We zijn daarom blij om we zijn in algemene zin blij met de genoemde richtingen van deze bespreeknotitie. Gelet op de huidige problematiek, die ook breed in Brabant geworteld is, zal het reguleren een deel van de oplossing zijn. In de notitie worden 3 strategische doelen genoemd en daarlangs zal ik mijn bijdrage ook doen. Ten eerste, en het is al eerder genoemd, ook door de inspreker, maar ook door GroenLinks, het volksgezondheid- en preventieaspect. Want van oudsher spelen coffeeshops een belangrijke rol in de voorlichting en signalering van problematisch gebruik. We missen in deze notitie echt de nadruk op preventie en met name de rol die scholen hierbij kunnen spelen. En we sluiten ons daarom dan ook aan bij de vragen van GroenLinks. Dan het overlast en veiligheid. Zoals gezegd is reguleren van de achterdeur een deel van de oplossing voor de gestelde problemen van het huidige beleid. Dat neemt niet weg dat we in een nieuw systeem niet ook te maken blijven houden met overlast en onveiligheid. Misschien niet meer in onze woonwijken, maar wel op andere niveaus en in andere gebieden. Het zou van grote naïviteit getuigen als we er met z'n allen van uitgaan dat als we de achterdeur gaan reguleren, criminaliteit opeens totaal verdwenen zou zijn. Immers, een door de overheid vergunde kweeklocatie blijft misschien wel een potentieel doelwit voor bijvoorbeeld buitenlandse criminelen. De vraag die we... Oh, jammer vonden we het dan ook als D66 dat de laatste motie die we als gemeenteraad hebben ingediend voor het onderzoek naar gereguleerde verbouwing van wiet niet is uitgevoerd. Zoals in deze notitie is aangegeven, kan dat op verschillende wijze vorm krijgen. En we zien in Breda een actieve coffeeshopbranche en we zien dat ook onze burgemeester daar veel over heeft nagedacht. We zien daarom kansen om samen met de politie, verslavingszorg en de branche en als gemeente mogelijk gezamenlijk een plan op te stellen. En als de ruimte er komt, we dan niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Graag horen van de burgemeester hoe hij hierover denkt. En dan het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. Want in het verlengde wat ik net noemde, is het inderdaad een utopie om te denken dat als we gaan reguleren, steviger inzetten op preventie en voorlichting, we daarmee de georganiseerde criminaliteit de pas afsnijden. Zij zullen immers hun handel ergens anders
mee gaan verdienen. Repressie blijkt dus ook nodig. Daarvoor is er een taskforce. Afgaande wat we over deze dienst lezen, worden er veel ruimingen gedaan, maar het echt aanpakken van criminele netwerken komt er niet van. De ruimingen zijn dus slechts een druppel op een gloeiende plaat, waarbij het vaak nog gaat om kwetsbare personen die slachtoffer zijn geworden, zoals GroenLinks net ook stelde. Hoe denkt de burgemeester over de inzet van de taskforce en de politie en ziet hij mogelijkheden om minder aan symptoombestrijding te doen en effectiever de criminele netwerken te raken? En tot slot, voorzitter, twee losse vragen. Ten eerste lazen we vanochtend in de krant, maar ook afgelopen weken via de dagmail, dat er bij verschillende panden drugs gevonden is en die 3 maanden dichtgaan. Vanochtend in de krant stond dat onze burgemeester ook bij de vondst van een wapen een pand voor 3 maanden op slot wil doen. De bedoeling van een pand op slot doen is om de loper uit te halen. Maar wij kunnen ons niet voorstellen dat een pand na een week sluiting of een maand sluiting, dat dan de loper nog niet uit is. Dus graag horen van de burgemeester of een week of een maand niet al voldoende kan zijn. En tot slot horen we graag van de burgemeester hoe hij denkt over bijvoorbeeld het keurmerk en welke voorwaarden hij ziet en graag daarbij aan toe wil voegen. Nou, tot zover. Dank u wel. De heer Elbers heeft een vraag voor u. Ja. Dat ik wil inzetten op, de criminele lijnen die lopen naar de teelt en zo. Hoe denk je dan hoe dat straks gaat als je reguleert? Want ik denk ook dat er dan iets over kwaliteit gezegd zal kan worden. Er is nu een THC-gehalte wat zich beweegt tussen de 14 en 18%. En met 15% is het geloof ik een harddruk. Dus je hebt kans dat naar beneden gaat. Dus verwacht u dan niet dat u een hogere kwaliteit of een betere kwaliteit dan straks gewoon op straat kan kopen en dat dan de verkoop nog minder zal gaan via de koffieshop? Om op uw laatste deel van uw vraag een antwoord te geven, ik denk, als ik ook kijk naar de ervaringen in Amerika, dan denk ik dat het aanbieden van gecertificeerde en goed gekweekte wiet er niet voor zorgt dat mensen dat gaan vermijden en illegaal op straat gaan kopen. Ik koop ook liever mijn boodschappen die biologisch zijn en die gekeurd zijn, dan dat ik ergens een kip op de rand van de weg zie liggen en denk van, nou, die wil ik meenemen. En ten tweede, om het eerste deel van uw vraag, dat is van hoe gaan we om met als er gereguleerd wordt. Nou, volgens mij in mijn hele bijdrage is met name, reguleren is één van de onderdelen om een probleem wat veel groter is dan alleen de coffeeshop of de illegale straathandel op te lossen. Maar op het moment dat we gaan reguleren halen we in ieder geval de bevoorrading, die zorgen we dat we daar een in samenwerking met de coffeeshop een transparante keten voor maken. En voor de rest zullen daar een keurmerk, certificering van de bedrijven, maar ook inzet op repressie, zullen gewoon een totaalpakket voor de gehele problematiek moeten vormen. De heer Elbertsen? Ja, maar ik kan nog wel volgen, want we kennen de taskforce die daarmee bezig is. Ja, en die verwacht toch iets anders, zeg maar. Want ik bedoel, er wordt heel veel gekweekt voor de export. Ja, maar dat is maar een klein stukje van de mijn, zeg maar. Dus dan is uw inschatting toch dat als je het dan reguleert bij de coffeeshop, want dat verbinding brengt u dan, dat u daarmee de illegale teel, dus het criminele circuit, daarmee aan gaat pakken. Nee, met het reguleren van de teelt probeer ik alleen de bevoorrading voor de coffeeshops veilig te stellen en goed op basis van een goede kwaliteit. En als u mij goed gehoord heeft, dan vind ik ook dat wij niet hoeven te kweken voor het buitenland. Dat moet men in andere landen uitmaken, zoals Amerika voor zichzelf dat al een paar maanden geleden of een paar jaar geleden heeft besloten. Dus dat laat ik aan de verantwoordelijkheid voor die andere landen over. En ik hoop dat ik daarmee uw vraag heb beantwoord. Maar repressie is slechts een onderdeel van de oplossing. Dan ga ik nu over naar de heer Kwaars voor zijn bijdrage namens de VVD. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, want voor ons
ligt een duidelijke en brede en vooral concrete notitie als je kijkt naar het actieplan. En waar gaat het volgens de VVD nu eigenlijk over? En mijn collega van het Hof had het er al over. Het gaat volgens mij om de strategische doelstellingen. Het beschermen van die volksgezondheid, het beheersen van de overlast en de onveiligheid en het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. En laat er geen onduidelijkheid over zijn, de VVD-fractie is het hiermee eens. Maar laten we vooral ook de andere tak van sport niet vergeten, hè? De harddrugs. En natuurlijk moeten we het hebben over hoe we omgaan met de softdrugs. Maar laten we constateren dat harddrugs net zoveel en wellicht meer schade aanricht aan de gezondheid. Cocaïne, speed, ecstasy. En tegenwoordig is een pilletje goedkoper dan een paar biertjes. En het coalitieakkoord zegt hier ook iets over. Dat harddrugs onze aandacht verdient. En de vraag is eigenlijk aan de portefeuillehouder wanneer we deze aandacht kunnen verwachten. Er wordt in de rapportage, zowel het failliet van het gedogen als onze eigen rapportage, gestrooid met cijfers en percentages. En er is altijd wel weer een rapport te vinden waar net iets beters in staat of juist het tegenovergestelde. Volgens mij zagen we het vanavond al gebeuren. Hè? Ik kan er ook wel eentje vinden die in ons straatje past. Maar we moeten ons niet laten leiden door een theoretische werkelijkheid. We moeten kijken naar de werkelijkheid buiten. En ja, dan is er overlast die we aan moeten pakken. Maar er zijn ook oorzaken van die overlast. En een van die oorzaken van onveilige situaties is dat er geproduceerd en geteeld wordt. Grotendeels voor de export, voorzitter. Niet voor onszelf. Het kwam net al aan de orde. En de oorzaak is dat criminelen goed georganiseerd zijn. Een kleine pakkans hebben, lage straffen, veel winst. Het gaat hier om goed georganiseerde en professioneel opgezette en aangestuurde organisaties. Die opereren zonder rekening te houden met ons wetboek. En ze hebben relatief weinig last van de overheid die bij iedere stap zichzelf af moet vragen wat dat wetboek nu zegt. En het gaat om een groot percentage wat niet voor onszelf is. En wel hier in de buurt wordt gekweekt. En dan gaat het dus om de veiligheid in de buurt. Het huis naast je dat illegaal stroom aftapt en een onveilige situatie creëert. Brandgevaar voor nietsvermoedende gezinnen. En zoals in de notitie staat geven de rapporteurs van het rapport Integraal Appel. He, van de taskforce waar de heer Alberts het over had, maar ook van de Universiteit van Tilburg, aan dat het traditioneel overheidsoptreden geen verandering zal brengen. Er is innovatie, creativiteit en ondernemerschap nodig. En zit die innovatie en creativiteit nu in dit stuk? Niet ieder idee is innovatief en draagt bij aan een oplossing, voorzitter. Is het voorstel van het college om afstand tussen de coffeeshops te vergroten dan het innovatieve voorstel? Of is het laten vallen van een concentratie in de binnenstad van coffeeshops de creatieve oplossing? En voor welk probleem is dit een oplossing, voorzitter? Welk probleem wordt er opgelost met een onderlinge minimale afstand van 300 meter? En wat houden de voorgestelde maatregelen in? Want aan het begin van de avond zei ik het al, wat ons betreft is dit echt een bespreking en geen enkele vorm van besluitvorming. En dat komt ook omdat wij pagina 21, waarnaar verwezen wordt, zeg maar een aantal dingen staan die voor ons eigenlijk helemaal niet helder zijn. Want er wordt verwezen naar een jaarlijkse monitor van de coffeeshops. Maar wat wordt er dan gemonitord? Er wordt verwezen naar een flexibelere opsporing. Opsporing van wat en hoe flexibel dan? Hoe zit dat dan? En er wordt verwezen naar ondersteuning met maatregelen in de directe omgeving. Wat voor ondersteuning? Welke directe omgeving? Wat voor maatregelen? Allemaal vragen zijn maar waar we het volgens mij eens uitgebreid over moeten hebben. En niet vanavond even op pagina 21 oké op kunnen geven. En dan als laatste, voorzitter. De VVD is zich natuurlijk bewust van de verhoudingen in de gemeenteraad. Als het gaat om het reguleren van de wietteelt. Want om een meerderheid in deze raad met 39 leden te tellen, hoef je geen hogere wiskunde gestudeerd te hebben. En de VVD is bereid om hierover in gesprek te gaan, het onderwerp wat voor ligt. Al moeten we er eerlijk bij zeggen dat we misschien als partij eerst met onszelf in gesprek moeten gaan. Maar dat is een proces wat op dit moment loopt. Want zoals vanavond blijkt is niet iedere ingewikkelde kwestie simpel te maken. En of het kweken van wiet een ambacht is zoals de Bredaarse coffeeshops in hun reactie zetten, moet u eerlijk bekennen dat de VVD-fractie geen idee heeft of dat zo is. Maar zodra de landelijke overheid veranderingen aanbrengt in de richtingen waar we naartoe kunnen, en moeten we hier ruimte zoeken en het er met elkaar over hebben. En de VVD is hiertoe bereid. Tot die tijd is het voor ons vanzelfsprekend dat wij ons aan de wet houden.
En dan natuurlijk de wet die we hier in Nederland hebben, maar ook met het realisme en de wetenschap dat er een imposante internationale consensus achter deze wet hangt. Ik dank u wel. Dan ga ik over naar de heer Haarhuis van de Partij van de Arbeid. Voorzitter, het was nogal een schok om het document failliet van het gedogen te lezen. Eerlijk gezegd stond ik nog in de romantische gedoogmodus van de 90e jaren. De oorspronkelijke doelstelling, het scheiden van de markten en daarmee voorkomen dat jongeren en andere cannabisgebruikers door vermenging van de handel terecht zouden komen in harddrugs, met veel ernstige gevolgen, dat was de doelstelling die we heel belangrijk vonden. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook een tijd goed heeft gefunctioneerd. Dat blijkt ook wel uit de rapportages die ons in de loop der jaren bereikt hebben. Aan de andere kant wilden we altijd al graag de inconsistentie van het onmogelijke achterdeurbeleid allang oplossen. Dat is tot op heden niet gelukt. En de notitie van de bestuurlijke werkgroep was dan ook een hardhandige confrontatie met de werkelijkheid. De inconsistentie van het beleid kan niet meer blijven duren wat ons betreft. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we de realiteit hebben onderschat. De internationalisering van de verkoop, illegale en gevaarlijke kweek door de harde georganiseerde criminaliteit wordt gedomineerd. Die domineert de kweek. En dat levert veel hele gevaarlijke situaties op. Dat lezen we dagelijks. De verandering van het product zelf speelt er ook een rol in. De forse stijging van het percentage van de werkzame stof THC. Allemaal zaken die destijds niet in beeld waren en die we ook niet beoogden met het beleid wat we toen hebben uitgestraald en hebben gevoerd. Ik ben nog altijd uit de tijd dat de VARA vol trots elke week meldde dat de prijs van rode Libanon 2,50 was. Nu lezen we dat in plaats van enkele koffieshopbeheerders en exploitanten zoals we oorspronkelijk bedoelden, alleen al in de regio Tilburg 2500 mensen hun dagelijks brood met drugs verdienen en met de criminele activiteiten daaromheen. Daarbij gaan ook astronomische bedragen om. Zelfs spreekt het rapport van democratisering van de kweek van nederwiet. De heer Koniecek gaf er straks een voorbeeld van mensen die door ze in schulden te lokken gedwongen werden om gedeeltes van hun ruimtes af te staan voor wietteelt. Dat was zo en dat is natuurlijk een heel ernstige vorm van criminaliteit. De Partij van de Arbeid stemt er dan ook met overtuiging mee in dat het beleid moet veranderen. De georganiseerde criminaliteit moet worden teruggedrongen. De productie moet veilig en gecontroleerd en we hebben niet een vast model voor ogen hoe de distributie dan precies moet plaatsvinden. In elk geval is het niet onze bedoeling, in de richting van de mensen van de coffeeshops, om mensen die in de coffeeshops werken onnodig te criminaliseren. Het is begrijpelijk dat de cannabiswinkeliers die te goede trouw werken zich verzetten tegen deze gedachte. We hebben echter ook kennis genomen van de reactie van de burgemeester en we willen graag de burgemeester, het college en vele partners de ruimte geven om nieuw beleid verder uit te werken en aan ons voor te leggen. En de relatie die dit nieuwe beleid ook heeft met veiligheid, met het aansturen van allerlei veiligheids- en controleaspecten, ja, leidt ons ertoe dat we dat toch graag in handen zouden willen blijven leggen van de burgemeester. Het is noodzakelijk om tevens goed in te zetten op voorlichting, preventie en verslavingszorg. Dan even de opmerking over het onderwijs. Ik denk dat je moet zorgen dat vanuit solide organisaties in het onderwijs het curriculum ook verplichtend is om voldoende en solide goede aandacht te besteden aan drugsbeleid, aan drugsgebruik, waaronder natuurlijk alcohol en allerlei andere producten. Bij de uitwerking van het beleid komen de gevolgen voor de coffeeshops, neem ik aan, vanzelf in beeld en is ook overleg met de coffeeshophouders nodig en logisch. Wanneer de burgemeester ons een gemotiveerd voorstel wil voorleggen, omdat het bijvoorbeeld voor de veiligheid gewenst is het regime rond voorraden van coffeeshops te wijzigen, dan zullen we daar graag over in gesprek gaan met deze commissie en in de gemeenteraad. Het is aan de andere kant wellicht weer strijdig met een heel ander regime in de toekomst. Een eenmaal verleend recht is moeilijk terug te draaien en tevens is het risico niet denkbeeldig dat coffeeshops meer en meer als groothandel fungeren. We horen graag ook de mening van de burgemeester daarover. Regionale aanpak, goedkeuring door de Rijksoverheid zijn onmisbaar om het nieuw beleid of experimenten zelfs te kunnen uitvoeren en formuleren. En de wijze waarop dat dan moet gebeuren, en ja, dat zal medewerking van de Rijksoverheid noodzaken. Legalisering zal ook gevolgen hebben voor de prijs, hopen wij, waardoor gecontroleerde cannabis geen prooi meer kan zijn of veel minder een prooi kan zijn van de georganiseerde criminaliteit.
De integriteit van het bestuur, het ambtelijk apparaat en het justitieel apparaat zijn ons zeer essentieel. En we zouden niet graag willen dat een toenemende criminalisering van deze handel, deze kweek en deze verkoop onze samenleving nog verder zou kunnen bedreigen. Dat moeten we terugdringen. Dank voor de eye-opener in de nota die de landelijke burgemeesters samen via het VNG hebben gepresenteerd. De 90 jaren zijn voorbij, wat ons betreft, op naar herijking 2.0. Dank u wel. Dan heeft iedereen zijn bijdrage in eerste termijn kunnen doen. Dan constateer ik dat er in ieder geval van veel partijen steun is voor het reguleren van de achterdeur, met uitzondering van één partij en één partij die er de discussie over wil. En een aantal willen er ook vooral veel op lobbyen inzetten. En één heeft ook nadrukkelijk aangegeven van wachten tot het landelijk beleid is veranderd voordat we hier gaan experimenteren. En voor de rest zijn er door een aantal partijen wel al opmerkingen gemaakt over de specifieke maatregelen. En er zijn ook vragen gesteld. En ik wil daarom ook maar nu het woord geven aan de burgemeester zonder daar een samenvatting van te geven. Want dat lijkt me het meest handige. Kan de microfoon naar de burgemeester? Ja. Heeft een eigen microfoon. Als hij niet gaat zingen, anders krijgt u deze. Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, commissie. En natuurlijk ook dank aan de insprekers naar aanleiding van deze nota. Ik was, laat ik zeggen, in de discussie word je natuurlijk heel de tijd heen en weer geslingerd als je de bijdragers hoort. Want volgens mij, datgene wat de heer Kwaas zei namens de VVD-fractie, in een aantal opzichten kon ik daar wel heel goed mee leven. Namelijk, simpele oplossingen bestaan niet in dit dossier. En de gedachte dat we met één simpele oplossing, of het aan de ene kant te reguleren is, meneer Spapens, dat is niet de oplossing voor alle problemen. Laten we er alsjeblieft geen misstand over bestaan. Criminaliteit zal blijven bestaan, ook met reguleren. Het probleem van het veelvuldig gebruik zal ook blijven bestaan met reguleren. Dus alleen reguleren is echt niet het antwoord. Meneer Van het Hof van D60 zei het ook en wat dat betreft ben ik ook wel mee eens. Hetzelfde zou ik eigenlijk tegen de heer Elbersen willen zeggen. Was het maar zo simpel dat met alleen de achterdeur houden zoals het nu is, of het verbieden van de coffeeshops, dat we dan alle problemen kwijt waren. Was het maar zo simpel. Want als ik ga kijken naar de gemeente waar geen coffeeshops zijn, daar is het gebruik van cannabis echt niet lager dan in de gemeente waar wel coffeeshops zijn. Als je gaat kijken naar de criminaliteit, ga kijken naar daar waar illegale hennepplantages plaatsvinden, die zitten helemaal niet gekoppeld aan de coffeeshops per definitie. Kijk naar datgene wat er in gemeenten wordt weggehaald. Kijk naar wat er in Gilserij gebeurt. Kijk naar datgene wat er in Rukvink gebeurt. Kijk naar al die plaatsen. En de simpele gedachte dat met het sluiten van de coffeeshops daarmee het probleem opgelost is, en als je, ik zou willen dat het zo simpel zou zijn. Want dan was die oplossing al lang gevonden. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen, moet je goed kijken naar die mix van maatregelen die naar mijn idee mogelijk zijn en noodzakelijk zijn, om dat veelkoppig monster waar we nu mee te maken hebben, om het enigszins op te lossen. Want inderdaad, naar huis de jaren 90 zijn veranderd. Toen spraken we niet voor niks over rode Libanon, want dat was nog gewoon geïmporteerd. Tegenwoordig praten we met Doe Maar, met Nederwiet, is het ineens een heel andere wereld geworden, die grote gevolgen heeft voor de criminaliteit. Die tijd van de jaren 90, en dan kom ik bij meneer Lemaire uit, was het inderdaad daadwerkelijk gezondheidsbeleid. En dat was ook logisch, want toen ging het echt over scheiden van markten. Toen ging het over zaken waar eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de volksgezondheid voorop stond. Wat mij betreft staat de volksgezondheid nog steeds voorop. Alleen de gevolgen van het beleid de afgelopen jaren hebben vooral openbare orde en criminaliteitsproblemen opgeleverd. En dat betekent dat de burgemeesters ook veel meer in positie zijn gekomen. Net zoals in Den Haag, waar vroeger mevrouw Vorenk degene was, meneer Harris Knik, die kent haar nog uit die tijd, de moeder van Koos Zwart, die altijd die berichten voorlas. Mevrouw Vorenk, die staatssecretaris van Volksgezondheid was, die is inmiddels vervangen door ministers van Verkeer van Veiligheid en Justitie, die op dit moment de boventoon voeren in de discussie over het softdrugsbeleid. Dus je ziet ook in die landelijke politiek die verschuiving. Maar één ding is wat mij betreft verstrekt helder, en daarom ben ik ook blij dat mevrouw Haag hier naast me zit. Het volksgezondheidsaspect moet nadrukkelijk in beeld blijven. En dat is ook de reden waarom deze nota geen nota is van de burgemeester, maar een nota is van het college, waar een aantal zaken ook daadwerkelijk de verantwoordelijkheid zijn van het college. Bijvoorbeeld verslavingsbeleid, bijvoorbeeld voorlichtingsbeleid, preventiekant. Een aantal zaken verantwoordelijkheid is van het instituut burgemeester, als het gaat over openbare orde en veiligheid. En een aantal zaken, laat ik zeggen, uitvoering is van beleid wat al vastgesteld is. Dus ik zie die combinatie nadrukkelijk en daarom zijn we ook met z'n tweeën. En het is geen nota van het bestuursorgaan burgemeester. En sterk nog, ik wil ook aangeven, dat brengen we ook wel, dat de maatregelen, en daarom vind ik het ook zo belangrijk om hier te bespreken,
De maatregelen nu nog niet, want ze moeten een uitwerking. Daar ben ik met meneer Kwaas eens. Ze moeten nog een verdiepingsslag krijgen, et cetera. En er moeten nog aparte nota's of aparte uitwerkingsvoorstellen voor komen, die dan daadwerkelijk besproken kunnen worden. Om dat ook samen met u te doen. Want ik ben burgemeester, maar ik wil het nadrukkelijk met u als gemeenteraad doen, dat u zich ook kunt herkennen in de maatregelen die worden genomen. Natuurlijk ook in afstemming met politie en met de branche, zodat het op een gegeven moment gemeenschappelijk blijft. Dus maar ik ben niet bang voor een presidentieel benadering van een benoemde burgemeester. Ik doe dat nadrukkelijk in afstemming met het college, in afstemming met u. Dat ook wat betreft de opmerking van de heer Kwaas. Er komen dus nog andere notas uit. Ik heb dat geprobeerd ook in de dagmail aan te geven. Dit is ook, laat het ook heel duidelijk zijn, het cannabisbeleid. Dit is niet het softdrugsbeleid. Het is het softdrugsbeleid, cannabisbeleid. Het is niet het coffeeshopbeleid. Want het gaat over veel meer dan alleen de coffeeshops. En het zou jammer zijn als we ons alleen maar bedenken dat dit zou gaan over de coffeeshops. Want iedereen heeft terecht aangegeven, bijvoorbeeld waar het ging volgens mij over de opmerkingen van de heer Koninczak, hoe zorg je ervoor dat je onder de jeugd het gebruik op een of andere manier ontmoedigt, et cetera. Dat heeft niks met coffeeshops te maken. Het heeft te maken met voorlichting, met de verslavingszorg, met onderwijs. En samen met mijn collega mevrouw Haag willen we ook goed gaan kijken hoe we daar nog een verbeterslag in kunnen gaan maken. Als het gaat over de repressie van illegale hennepplantages, dan staat dat los van het coffeeshopbeleid. Maar moet er wel nadrukkelijk in samenspraak met de taskforce, in samenspraak met de politie, behoorlijk veel werk worden verricht. Dus het is meer dan alleen coffeeshops. Het gaat echt om een integrale aanpak van het cannabisbeleid. Gezondheidsbeleid is daar belangrijk, openbaar orde is daarbij belangrijk. En het gaat niet om zeg maar aan te geven dat iedereen die op dit moment in de branche actief is of iedere gebruiker in de branche crimineel is. Nee, de doelstelling is juist het decriminaliseren van het hele, laat ik zeggen, van de hele cannabisomgeving. Want op dit moment, hoe vervelend het ook is, de softdrugswereld en dus ook de coffeeshops-eigenaren staan met één been, zijn afhankelijk van een illegale markt. En een illegale markt, en dat kunnen we leuk vinden of niet leuk vinden, een illegale markt wordt in Nederland op dit moment gedomineerd door criminele organisaties die er heel veel geld aan verdienen. En op dit moment zijn die coffeeshop-eigenaren dus afhankelijk van een illegale markt per definitie, die wordt gedomineerd door criminelen. En ik wil de coffeeshops die gedoofde beschikking krijgen van de gemeente in staat stellen om niet meer langer afhankelijk te zijn van die illegale markt. En daarvoor is naar mijn idee, naar ons idee, regulering een absolute noodzaak. Om ervoor te zorgen dat ze zich los kunnen kweken van die illegale markt en zich dus uit de handen van de criminele organisaties kunnen losweken. Dat is de doelstelling, zou je kunnen zeggen, die wat betreft de openbare orde en de veiligheid centraal staat. Innovatie en creativiteit is nodig, omdat het doorgaan op de huidige weg uiteindelijk niet heeft gewerkt. En daarom zeg ik ook al tegen iedereen, als we zeggen, doe maar van hetzelfde beleid, maar doe maar een ontje meer. Ga nog meer repressie, ga nog belangrijk om te doen, maar je moet ook nadenken dat het niet het enige antwoord kan zijn, want dat antwoord zijn we al 20 jaar aan het geven. En de problemen worden er niet minder om. Dus je moet goed nadenken over wat de innovatieve en creatieve ideeën zijn. En sommige maatregelen zijn misschien dan wat raar, maar die zullen we in de toelichting en in de uitwerking dan ook met elkaar proberen te delen en te motiveren. Waar het bijvoorbeeld gaat over het 300 meter criterium, is het feit, we hebben in Breda natuurlijk al de afspraak dat er geen 3 coffeeshops bij elkaar mogen staan. Hè? Dat is het beleid dat u in het verleden heeft afgesproken. Gezegd is vanuit de politie, de beheersbaarheid van de omgeving is makkelijker als je die afstand iets groter zou maken. En dat is de gedachte. Als je daarvoor gaat, zou je kunnen zeggen, dan is een 300 meter tussen coffeeshops, zou wat dat betreft een overweging kunnen zijn. Het staat er ook wat dat betreft naar mijn idee in de nota voorzichtig ingeformuleerd om juist aan te geven, het is iets wat overwegen is als je belangrijk vindt om de overlast en de beheersbaarheid te vergroten. Ik kan ook veel meer zeggen, voorzitter, maar ik zal proberen een paar zaken af te lopen. Jongere jeugd, GroenLinks, uitgebreid, zeg maar, helemaal mee eens. En wat mij betreft een van de belangrijkste doelstellingen. Dat zeg ik ook tegen de heer Elbertsen. Wat dat betreft vind ik het jammer, zeker in alle eerlijkheid, vind ik het jammer dat u zich alleen maar richt op het reguliere kant. Ik zou van u verwachten, als u zo belang hecht aan de gezondheidskant, dat u gaat zeggen wat u dan vindt van de preventiemaatregelen die worden voorgesteld. Dat wat u vindt over de repressiemaatregelen die worden gesteld. Nogmaals, ook in de gedachte, laat zeggen, dat we daar elkaar hopelijk in kunnen vinden, omdat we met u van eens zijn, dat het gebruik niet iets is waar je trots op bent of wat je moet stimuleren. Dat het gebruik niet zonder gevaar is. Nee, natuurlijk niet. En dus moet je verantwoord gebruik, omdat je weet dat het wel gebruikt wordt. Overigens net zo goed als alcohol niet gezond is, maar we ook weten dat het gebruikt wordt. En dus moet je dat ook op een bepaalde manier, op een goede manier begeleiden, goede voorlichting geven, et cetera.
omdat ik niet geloof in de situatie dat als wij als overheid zeggen, u mag niet meer gebruiken jeugd, dat de jeugd niet meer gaat gebruiken. Dat vind ik naïef. De heer Elbertsen heeft een interruptie. Nee, het gaat even om het signaal wat je afgeeft. Ik bedoel, als je ziet wat wij doen, even op andere terreinen, als het gaat om roken en alcohol, dan geven wij continu als samenleving signalen af dat dat op een andere manier moet. We verhogen leeftijden, we maken het bereik minder makkelijk. En wat doet u met deze nota? U gaat het bereik makkelijker maken. En geeft u een voorbeeld aan wanneer ik het bereik makkelijker maak? Misschien mag ik even uitpraten. Ja, natuurlijk. Ja, nou ja, in de nota, zoals u hem voorlegt, doet u een aantal dingen. U zegt van nou, ik ga op de repressie zitten. Ik ga op handhaving zitten. En de praktijk die we zien de afgelopen jaren is dat dat gewoon dus niet werkt. Want waar haalt u de capaciteit vandaan? Waar haalt u de politiecapaciteit vandaan? En als je dan kijkt naar de jeugd. Ik bedoel 39%, het zijn rapporten. Ik bedoel, ik heb ze zelf niet geteld. Maar het is wel wat opgeschreven wordt. Koopt van 12 tot 18 jaar in de coffeeshops nu al. Of later kopen in die coffeeshops. Maar wat heeft het reguleren van de achterdeur voor effect op de voordeur? Nee, maar dat is precies, waarom gaat u dat dan doen? Ik bedoel, als het dan toch niet uitmaakt. Ja, omdat het namelijk een heel ander doel dient, meneer Elbertsen, die regulering van de achterdeur. Namelijk het decriminaliseren van die cannabiswereld. En daarnaast heb je heel op andere maatregelen nodig die de preventie moeten organiseren. En ik ben dus nog steeds benieuwd naar de kwestie, de achterdeur gaat over een andere doelstelling. Dat heeft niks met volksgezondheid te maken. Ja, met die volksgezondheid dat je iets meer controle kunt hebben op de kwaliteit van de spullen die wordt verkocht. Want die controle is op dit moment helemaal niet. Vervolgens zeg ik op een gegeven moment, ben ik helemaal met u eens dat, dat we moeten proberen verslaving tegen te gaan. Dat we het gebruik onder jongeren moeten tegengaan. Daarvoor heel veel preventieve maatregelen. Maar ik begrijp echt niet dat een jongere zou denken, omdat ineens de achterdeur gereguleerd is, nou ga ik ineens roken. Nee, maar dat is toch het signaal. Nou ja, sterker nog. Nee, want we krijgen nou een soort discussie, terwijl eigenlijk nu de bedoeling is. Ja, het mag wel, maar dat is ook. Natuurlijk mag er een discussie ontstaan, maar het gaat over één maatregel. En ik ben een beetje bang dat mijn hele tweede termijn niet gaat. Okay, want er komt nog uitgebreid gelegenheid om juist op de maatregelen als preventie in te gaan in de tweede termijn. Want daar was hij voor bedoeld. Oké, dan zal ik de discussie op een ander moment nog verder voeren. Mee eens dus dat preventie en gezondheid heel erg belangrijk is. Maar naast die gezondheid zit er een andere kant en daar zit de regulering in. Overigens, en dat vind ik ook wel belangrijk om aan te geven, dat we natuurlijk, en dat denk ik dat iedereen zegt, dat de discussies alleen maar lukken, ook de resultaten in de aanpak van criminaliteit en ondermijning, alleen maar lukken als je dat regionaal en landelijk doet. En wat dat betreft zit natuurlijk de lobby ook heel sterk in om dat breed te doen. Wat dat betreft ben ik ook blij dat we met de VNG-nota, waarin burgemeesters dwars door alle politieke partijen heen, inclusief de heer Niederen, ondersteund hebben de voorstellen die daarin gedaan zijn, namelijk regel het, zou je kunnen zeggen. Ook mevrouw Blanksma, burgemeester van Helmond, ook meneer Ederveen, die natuurlijk ook bekend staat als mensen die op de repressie heel erg stevig zijn, maar gezegd hebben, we moeten het echt anders doen. Het huidige beleid is failliet. Daadwerkelijk, laat ik zeggen, de achterkant van de coffeeshop moet worden geregeld. Dus regel het, zou je kunnen zeggen. Maar wel in de lobby, zou je kunnen zeggen, met andere mensen. Niet om er een partijpolitiek ding van te maken, niet om er een politiek ding van te maken, maar om een oplossing te vinden voor een probleem wat in heel veel steden, in heel veel dorpen, een gigantisch groot probleem is, namelijk de ondermijnende criminaliteit die een gevolg is van het systeem wat we nu hebben. Dat brengt me ook bij een aantal concrete vragen die door D60 zijn gesteld. Het keurmerk kwaliteit, kwaliteitskeurmerk zoals dat in Haarlem is. Nou, zoals u weet, de heer Snijders was voorzitter van die VNG-commissie. Daarvan hebben we gezegd, het is ook heel erg interessant om met de branche te kijken hoe je dat keurmerk hier in Breda nog verder zou kunnen halen. Om even te laten zien dat mensen die goedwillend zijn vanuit de coffeeshopwereld, en dat zijn er toch echt vaak mensen, laat ik zeggen, die dat zijn. En daar wil ik ook helemaal niks van afdoen. Om op een gegeven moment met hen ook te gaan kijken hoe kunnen we dat keurmerk nog sterker vergroten en verbeteren. En ook hier in Breda eventueel toepassen, zodat op een gegeven moment duidelijk is dat er alles aan gedaan wordt om juist een goed product, los van criminaliteit, te kunnen leveren. Dan waar het gaat over. De heer Van het Hof heeft daar een vraag over. Even om eventuele spraakverwarring en onduidelijkheid later te voorkomen, wachten we eerst totdat in Haarlem het keurmerk helemaal. Nee. Ik wil de ervaring van Haarlem gebruiken om op dit moment het gesprek aan te gaan
over hoe dat hier zou kunnen doen. De heer Spapens? Het lijkt mij even wel, straks zal in ieder geval het ABC wat ons betreft al een mate van keurmerk is. Dus neemt u dat dan mee in de ontwikkeling van het... We zullen dat met elkaar bespreken. Dan waar het gaat over de repressie rond de taskforce. Ik denk dat de taskforce heel erg sterk gericht is, even los van de hennepwereld, want het gaat over veel meer. Het gaat ook over echte georganiseerde criminaliteit en het gaat soms over synthetische drugs, het gaat over mensenhandel, het gaat ook over hennep. Dat die gericht zijn op het ondermijnen van die criminele industrie. Het eigenlijk zou je kunnen zeggen het frustreren van die criminele industrie. Daar is de taskforce op gericht en dat betekent soms dat je natuurlijk ook gaat nadenken over dat je het, hoe je het aan moet gaan pakken. En dat is meer dan alleen plantages ruimen. En ik vind dat, dat we op dat terrein ook de afgelopen jaar behoorlijk veel focus hebben gelegd op, vanuit die taskforce. En hopelijk ook de resultaten zichtbaar zijn resultaten zichtbaar gaan worden. Sommige mensen zeggen dat kun je zien. Namelijk op een gegeven moment de prijs is behoorlijk aan het stijgen in ons gebied. Dat zou het effect kunnen zijn dat bijvoorbeeld ook heel veel stekken zijn geruimd. Waardoor op een gegeven moment de markt wat dat betreft een klein beetje verstoord is. Met ook weer nadelige gevolgen van dien zou je kunnen zeggen. Uw vraag stelde vervolgens over die 3 maanden sluiting. Damoclesbeleid is dat, hè? Er wordt een hennepplantage gevonden in uw woning. Gaan we sluiten, ja of nee? Dat beleid, dat damoclesbeleid, hebben we hier met elkaar in de raad afgesproken. Inclusief de maatregelen die dan, zeg maar, of de straffen... Of nee, niet, want het is geen straf. In feite eigenlijk de bestuursrechtelijke maatregelen die genomen worden. Daarbij vind ik ook belangrijk dat we gelijk optrekken in de regio. En ik constateer wat dat betreft dat we in de gemeente Breda minder, laat ik zeggen, aan de onderkant van de maatregelen zitten in vergelijking met andere gemeenten. We waarschuwen heel vaak. En ook de sluitingsduur is heel beperkt, zou je kunnen zeggen. En ik vind het heel erg belangrijk dat we dat in de baronie, en liefst eigenlijk in de regio West- en Midden-Brabant en Zeeland, dat op een vergelijkbare manier gaan doen. De kwestie die GroenLinks ook stelde, hoe kun je ervoor zorgen dat mensen uit het criminele circuit blijven. Ik ben het met de heer Kwaas eens dat het uiteindelijk natuurlijk mensen zijn die ook wel gestraft moeten worden, want uiteindelijk hebben ze iets illegaals gedaan. Maar je moet net zo goed als je dat doet bij mensen die onderdeel zijn geworden van het criminele circuit, moet je nadenken hoe kun je ze een alternatief bieden. En in zoverre ben ik sterk met u eens dat we daar ook in moeten innoveren en creatief moeten zijn in de oplossing. Want als je dat niet doet, dan maak je ze nog afhankelijker van die criminele wereld en druk je ze in feite eigenlijk daar eigenlijk mee in armen. Dus ik ben wat dat betreft ook een soort voor een dubbel beleid op dat terrein. Gemeentelijke autonomie is belangrijk, zoals de heer Noordhoff zei, maar tegelijkertijd geef ik natuurlijk wel aan dat we het echt alleen maar kunnen doen als we het doen op een manier waar in ieder geval in Den Haag ook zegt dat het geaccepteerd is, zou je kunnen zeggen. Want als dat niet het geval is, dan zijn we vooral als overheden met elkaar aan het strijden. En dat is niet volgens mij datgene wat we als gemeente Breda graag willen. Volgens mij, er is nog heel veel over te zeggen en ik kan er hele avond over praten, maar dat moet ik me niet doen. Volgens mij, voorzitter, heb ik hier in ieder geval in eerste instantie een richting en antwoord gegeven. Ook in de wetenschap dat veel zaken nog terugkomen, want dit is echt niet het einde van de discussie. Dit is het begin van een aantal concrete maatregelen. Laatste punt even, want dat ben ik vergeten. Harddrugs, want dat was de vraag die werd gesteld, inclusief staat. We zitten nu in een startnotitie om ook op het gebied van harddrugs met u in gesprek te gaan over de richting die we op dat terrein willen ingaan. Als gemeente Breda. En ik ben het met u eens dat een aantal opzichten het harddrugsproblematiek, bijvoorbeeld waar het gaat over partydrugs in de horeca, dat het echt wel iets is wat zorgen baart. Dank u wel voor de beantwoording. Ik wil nu overgaan naar de tweede termijn. Hier is het met name de bedoeling om in te gaan op de interventies die in die tabel staan, die in het stuk staat, voor zover u daar nog behoefte aan heeft. We hebben al een aantal opmerkingen gehad over de 300 meter criterium, over preventies aan de orde geweest. En ik weet niet of het erin stond of niet uit mijn hoofd, maar de schuldenproblematiek die ook een maatregel zou kunnen zijn om mensen uit de criminaliteit te houden. En ik wil nou graag een rondje maken over wat u daar over die interventies nog verder wil zeggen. Meneer Lemaire, heeft u nog iets toe te voegen of aan te vullen? Nee. De heer Koniuszek. De heer Spapens. Nou ja, dank de burgemeester voor zijn antwoorden. Ik zit in gedachten van, goh, kan wel tweede termijn. Kunnen twee termijn nog een korte discussie voeren. Ik zou eigenlijk liever op basis van dit nog een verdere, diepere discussie hebben. Die moeten we vooral vanavond niet voeren. Dus, Nee, het gaat hier nu met name om of u nog tips, aanbevelingen hebt over de interventies. Op dit moment niet. Meneer Tax. Over de concentratie van de coffeeshops in de binnenstad.
het oude uitgangspunt, daar wordt kennelijk nu wat soepel over gedacht. Er zijn blijkbaar goede reden om dat principe los te laten. Dat is zeker te overwegen. Maar als dat toe mocht leiden dat er ver in de periferie van de stad koffieshops zouden kunnen komen, zoals bij bedrijven in Hazeldonk, vind ik dat volstrekt onwenselijk. Voor ons is het belangrijkste bij het nieuwe beleid, zoals het uitgezet wordt, de zorg voor de jongeren onder 18 jaar, die toch geen toer hebben met de koffieshop, maar toch blijkbaar op een of andere manier aan de middelen komen, dan vaak in handen vallen van straathandel en minder goede producten. Dat is denk ik heel wezenlijk. De preventie en de voorlichting en vooral het bestrijden van de verslaving. Dat zijn dus nieuwe elementen die nu meer aandacht gaan krijgen dan in het verleden. Maar het koffieshopbeleid, zoals het hier gevoerd is, in wezen is een beleid dat mag voortgezet worden als de basis van de goede aanpak. Dank u wel. De heer Van het Hof. Ja, dank u wel, voorzitter. Even drie punten de revue laten passeren. Wat betreft repressieve maatregelen zouden wij bijvoorbeeld ook denken aan heftige controles. Ik heb zelf als taxichauffeur natuurlijk de nodige ervaring en je ziet... maar je kan ze er bijna tussenuit pikken, of in ieder geval op grote vermoedens kan je toch volgens mij wel redelijk aanwijzen wat enigszins legitiem verdiend is en wat niet. Daarnaast het afstandscriterium, ja, tussen de koffieshops van 300 meter, wij geloven daar ook niet zozeer in. Mede omdat waarschijnlijk de concentratie ook voordelen kan hebben in het kader van toezicht en handhaving. En sluiten in de regio, de burgemeester in zijn beantwoording refereerde daar ook al aan. De regio is, daar wil hij gelijk mee optrekken, maar de regio is ook wat strenger. En wij zouden liever niet willen dat wij wat strenger worden, maar juist wat soepeler. Ja, de heer Kwaars. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een aantal punten. Want de burgemeester geeft in zijn beantwoording inderdaad aan dat de afstand van 300 meter, zeg maar, voorzichtig geformuleerd is. Zo zei hij letterlijk. Dan heb ik dat er nog eens bijgepakt, maar ja, zo voorzichtig is dat niet. Want er staat gewoon 300 meter de afstand tussen koffieshops aanscherpen op pagina 21, als u het opzoekt. Maar laat de voorzichtigheid dan niet leidend zijn voor het gesprek wat ik met u wil hebben. Want u gaf ook aan dat de beheersbaarheid het argument is vanuit de politie om die 300 meter ter discussie te stellen. En dat vind ik wel interessant hebben. Dat zou dus moeten betekenen dat er op dit moment een dusdanige problematiek is dat het niet beheersbaar is. En als het al zo is, stel dat dat zo is, dan is de VVD daar niet van overtuigd. Dus dan gaan we verder in het verhaal wel in gesprek daarover. Maar dat brengt mij gelijk bij de concentratie in de binnenstad, uw voorstel. Ja, die is dan dus goed beheersbaar. Dus dan zien wij geen enkele reden om daaraan te tornen. Als het gaat over de integraliteit, hebben u geeft aan van nou, ik kom met een verdieping op een aantal dingen nog terug. Ik denk dat het lastig is, hè? Want er is, zoals u ook zei, geen simpele oplossing voor de problematiek die voor ligt. Maar laten we wel waarborgen dat de integraliteit die u nastreeft met deze nota, door het zo bij elkaar te vatten, niet versnipperd wordt doordat u apart steeds met verdiepingen terugkomt, waardoor wij ze maar op detailniveau op een gegeven moment de integraliteit niet meer zien. Mijn vraag aan u is om dat te waarborgen en ons te faciliteren dat wij die integraliteit houden. Een punt over de innovatie, over de punten die genoemd worden. Ik moet zeggen dat de VVD niet overtuigd is van de innovatieve voorstellen die hierin staan. De achterdeurbeleid is op zich wel een innovatief, hè? Dat is echt iets anders. Maar ja, dat is ook lekker makkelijk, want daar gaan we niet zelf over. Dus misschien is het een uitdaging om innovatieve voorstellen te verzinnen die we ook zelf kunnen introduceren en kunnen uitvoeren. Laat me die opdracht dan eventjes meegeven. En ik heb nog een vraag aan de burgemeester over het decriminaliseren, want hij geeft aan als we de achterdeur reguleren, dan zijn we ook bezig met het decriminaliseren van de wietteelt. Ik ga vooral niet ontkennen dat dat zo is, hè, want op zich gelooft de VVD-fractie wel dat je daar een slagje kan slaan. Maar vanuit het gegeven dat het grootste gedeelte, en volgens mij zei de burgemeester dat ook, hè, als je kijkt naar Gils en Rij, als je kijkt naar Rukve, het grootste gedeelte wordt niet geteeld voor de verkoop in onze eigen stad, onze eigen regio of ons eigen land. En dan heb je nog een heel groot gedeelte waarin hij dus niet decriminaliseert. En de vraag is hoe u dat aan gaat pakken. Dank u wel. De heer Fuik, heeft u nog aanvullingen? Nou, heel kort even. We hebben de vorige periode hebben we al eens een keer gesproken over het kantoortje op Hazeldonk.
Ik wil me denk ik toch maar even fix aansluiten bij de heer Tax, dat dat toch niet gewenst is. Dank u wel. De heer Haarhuis. Ja, ik sluit graag aan bij wat de heer Kuijs van de VVD zegt, dat het nog niet zo eenvoudig is om die internationale handel en kweek om dat terug te dringen. Terwijl dat toch wel redelijk essentieel is, omdat er in dat rapport failliet ook duidelijk staat dat er sprake is van een soort democratisering van de kweek. Met alle onaangename en ongewenste effecten die dat heeft. Dus ik zou er ook graag op aandringen dat dat een solide onderdeel wordt van de benadering. Van hoe ga je daar dan verder mee om wanneer je die achterdeur goed geregeld hebt en die keten goed geregeld hebt. En overleg met de branche, dat zal er ongetwijfeld wel van komen. Dat zal ook, neem ik aan, een goed effect hebben op wat we voorgelegd krijgen aan, in definitieve notities. Ja, die 300 meter, daar zit ik ook nog even mee of dat de politie zegt dat het zo is. Ook daarvan zeg ik van, onderbouw dat solide, dat het noodzakelijk is om dat zo te benaderen. Want anders dan, ja, krijgen we misschien onaangename confrontaties met de branche waar dat misschien helemaal niet nodig is. Dus ik vind dat wel een punt waar we nog stevig met elkaar over moeten spreken. Heer Elbertsen? Ja, voorzitter. Nou ja, met betrekking tot die export, ik bedoel, dat ben ik het erg eens met de heer Haarhuis en de heer Kwaas. Omdat in mijn beleving ook daar nog een heel groot stuk van het probleem zit, wat je met de regulering denk ik niet, sowieso niet oplost. Met betrekking tot die voorlichting, en daar wil ik toch nog wel even op terugkomen. En het kader in de provincie, denk ik echt dat wij een verkeerd signaal afgeven. En dan gaat het puur alleen om het signaal naar onze jeugd toe, door het te reguleren. Omdat die niet de hele discussie er rondomheen zullen snappen. Een ander puntje is, ik hoorde de burgemeester ook zeggen, van ja, in andere dorpen of steden, daar waar geen koffieshops zijn, daar is ook drugs en drugsoverlast. Ja, dat wordt ook niet ontkend. Maar uw collega Niederer heeft daar toch, in mijn beleving, voor een andere route gekozen. En die heeft gezegd, of althans, dat is ook alweer een tijdje terug. Ik wil wel echt toch vragen om even op bij de stil te staan bij de maatregelen die voorgesteld zijn. Want het is niet de bedoeling om nog een hele tweede... Dit is mijn maatregel dan, zeg maar. Ja, precies. Maar dat... Ja, dat, nee, ja dat ik wil sluiten. Hè. Dus dat is mijn maatregel. Precies, dus, dat is uw maatregel. Ja. U wilt, ja, maar goed. En daar wil ik heel erg graag van de burgemeester horen. Want in mijn beleving neemt Niederen wel degelijk afstand van wat er in het rapport staat over regulering. Althans, in de media heeft hij gezegd. Dat ga ik niet onderschrijven. Want wij gaan zeker... Nou ja, goed, ik vraag maar. En anders gaan we het hem zelf vragen. Maar ik... Goed, dat is nog een vraag die nog stond uit de eerste termijn. En ja, ik heb hem nog even meegenomen. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij tegen zijn collega wat dat betreft op dat punt aankijkt. De heer Noorhof, geen aanvullingen meer? Ja, als ik een algemene opmerking mag veroorloven. Er is vanavond wel langsgekomen de opvatting dat als een maatregel een probleem niet helemaal oplost, het dan geen geschikte maatregel is. Die opvatting bestrijd ik ernstig. Als je een probleem al met een maatregel voor 10% hebt opgelost, is het dat wel waard. Dat zou ik in het algemeen wel kwijt willen. Dank u. Dank u wel. Goed, dan constateer ik dat er vooral vraagtekens zijn bij het 300 meter criterium in relatie tot de concentratie in de binnenstad. Dat er brede steun is voor meer en goede inzet op preventie en ontmoediging, vooral voor jongeren onder de 18 jaar. Ik heb nog het bestrijden van verslavingen gehoord, repressie door huftercontroles. Vooral kijken naar wat kunnen wij nog zelf innovatief doen. Vooral niet in de versnipperd. Met voorstellen naar de raad terugkomen, maar met name de integraliteit van dit voorstel wat gewaardeerd wordt, blijven handhaven. En vragen over hoe pakken we nou met name de drugsteelt voor de internationale markt aan. En ik heb nog één vraag openstaan vanuit de eerste ronde over burgemeester Niederer en het beleid in zijn gemeente. Dank u wel, voorzitter. Laat me aansluiten bij de opmerking van de heer Noordhof. Ik zeg altijd als mijn... Noorhof, sorry. Laten we de plannen die worden gepresenteerd niet vergelijken met het ideale, maar laten ze vergelijken met de huidige praktijk. En als er sprake is van een verbetering in vergelijking met de huidige praktijk, dan zijn we al een winst. Hetzelfde als mijn zoon, als hij een 4 heeft gehad voor zijn examen en hij heeft gewoon een keer een 6, dan zeg ik niet,
Je hebt geen 10 gehaald. Nee, je hebt 2 punten meer gehaald dan de vorige keer. Mijn complimenten. Hè, wel even, dat zou als politici altijd, ja, misschien met z'n 6 nog net te weinig complimenten, maar alvast in ieder geval het begin van het feit dat hij de weg terug heeft gevonden. Dus ik ben het helemaal met u eens, dat wat dat betreft je niet altijd de ideale wereld moet vergelijken, maar je moet vergelijken, leveren maatregelen en bijdragen aan een iets betere wereld op, zonder het gelijk af te zetten tegen de ideale wereld. Dus dat is uit mijn hart gegrepen. De opmerking van de heer Niederen, ja, de heer Niederen is gewoon onderdeel, maar dat kunnen we vragen, is onderdeel van de commissie van de VNG-werkgroep die integraal als geheel alle voorstellen die daarin zijn gedaan, hetzelfde geldt voor mij, ook waar het gaat over het I-criterium, gewoon volledig hebben onderschreven. Betekent dat de heer Niederen dan ineens koffieshops gaat openen in zijn eigen gemeente? Nee, natuurlijk niet. Maar hij onderschrijft wel de noodzaak van regeling en reguleren van de teelt. Dat onderschrijft hij wel. En het feit dat hij op een gegeven moment aangeeft dat hij daarmee hetzelfde geldt voor meneer Edelveen uit Valkenswaard, die gaat ook geen koffieshop openen in zijn eigen gemeente, maar is wel hardgrondig voorstander geweest van het de rapport wat er nu is. Het faillissement van de VNG, of nee, niet het faillissement van de VNG. faillissement. Ja, dan kom ik zie meneer Kwaas en denk aan de IPO en denk van ja, dat is. Maar dus in zover. En het, wat ik wel hecht om te zeggen, kijk, naarmate je op een gegeven moment. Want het zou nog wel wat betekenen, maar u zei het op het laatst even. Als u zegt, en dat kan ik ook nog billijken, namelijk, dan moeten we ze allemaal sluiten. Alle 8 coffeeshops, want dat is in feite eigenlijk wat u voorstelde. En als dat de situatie is, met alle gevolgen van dien, want u zegt van laten we het pad van Bergen op Zoom-Roosendaal volgen. Ja, dan zeg ik op een gegeven moment, gaan we 8 coffeeshops hier in Breda sluiten, met de gevolgen die je op een gegeven moment dat heeft voor datgene, want het is heel makkelijk als je Roosendaal sluit, en je komt dan tot de conclusie, ja, Breda is nog relatief dichtbij. Of vanuit Bergen op Zoom naar Dordrecht, dan weet ik dat allemaal nog relatief dichtbij. Ik ben echt bang, en dat zeg ik ook vanuit wat ik zie onder de jeugd, als ik zie hoe gemakkelijk de jeugd op dit moment aan cannabis kan komen, op allerlei plekken in de hele stad, los van de coffeeshops, dan denk ik dat met het sluiten van de coffeeshops dat probleem niet wordt opgelost, alleen maar de onzichtbaarheid wordt vergroot en het last om te controleren wordt vergroot. Dus ik begrijp, zeg maar vanuit ideologische opvatting, sluiten, want dan ga je echt zeggen, het is absoluut verboden, begrijp ik, maar juist omdat ik er pragmatisch in sta, en ik kijk naar de effecten die het heeft op, laat ik zeggen, op een gemeente, ben ik echt bang dat we dan echt een gigantisch groot probleem gaan krijgen in het kader van de openbare orde, maar ook in het kader van de volksgezondheid, omdat dan echt de straathandel weer terug zal komen, met alle gevolgen van niet. Dus ik ben daar echt geen voorstander van, maar ik heb wel respect vanuit het ideologisch standpunt wat u daar eventueel inneemt. Dan wat betreft het afstandscriterium 300, we zullen dat nader onderbouwen. Ik begrijp even het misverstand, meneer Kwaas. Ik had op de tekst gelet die op pagina 13 staat en daar staat het heel voorzichtig. In het schema op pagina 21 staat het wat kort samengevat en staat het wat directer. Maar, dat was nou net het schema waar we het over moesten hebben. Ja, maar ik ben meer van de tekst dan van het schema, want er staat in overweging wordt gegeven, maar dan alleen in combinatie met het loslaten van het concentreren van de coffeeshops in het centrum, dit criterium aan te scherpen door tussen coffeeshops een afstand van minimaal 300 meter te hanteren. Dus zo staat het op pagina 13. Ik begrijp, als we op die, hè, dat is echt geclausuleerd en echt iets van wat je eventueel zou kunnen overwegen. Ik hoor de aarzeling in de commissie en dat betekent dat als we op dat pad verder gaan, dat we nadrukkelijk op een gegeven moment daar een betere onderbouwing of een extra onderbouwing voor moeten geven. Maar ik had nadrukkelijk ook niet gezegd als een dit is het. Nee, het is echt een overweging in combinatie met het loslaten van de concentratie in de binnenstad. Opmerking over Hazeldonk. Ja, ik ben het eens met de opmerking die daar onder andere door de heer Tax is gemaakt. Het lijkt me niet wijs als gemeente Breda om een opening te doen op de Hazeldonk. Volgens mij is het echt het verkeerde signaal. Zeker ook in het licht van het feit dat we voor een lokale markt actief zijn en niet voor de internationale markt. De enige die daarvan profiteert, zeg ik even onerbiedig, is de ondernemer die toevallig daar zijn coffeeshop kan krijgen. En ik weet niet of we daar als overheid nu direct voor opgericht zijn. Dan wat betreft de export. Ik ben het helemaal met iedereen eens dat alleen reguleren van de achterdeur niet de problematiek van de export oplost. En dus geef ik ook aan dat waar het gaat over repressie en dus waar het gaat over het aanpakken van illegale hennepplantages, er wel degelijk nog steeds, zelfs na regulering, er inzet van politie, OM en gemeente geboden is. Ik vraag alleen wel af, als we echt al die coffeeshops op een geregelde manier kunnen voorzien van de spullen, wat dan nog de noodzaak is om in Nederland een heel wijd vertakt netwerk van illegale hennepplantages te hebben. Dan kun je beter zeggen als criminele industrie,
dan verplaats ik wel naar de plek waar de markt is. En dan verplaats ik naar België, naar Frankrijk, want daar is dan de afzet. Nou ja, dan zijn we wat dat betreft goed thuis, zou je zeggen, zijn we goed uit, zou je kunnen zeggen. Alleen, dat is een bewijs waar eigenlijk zeg maar het bewijs nog niet geleverd is. Dus wat dat betreft is dat een verwachting die je kan uitspreken. Kan ik bewijzen onder die verwachting leggen? Absoluut niet, meneer Elbertsen. Dus wat dat betreft zou het in de toekomst duidelijk moeten zijn. Maar op dit moment ben ik het helemaal met u eens. En ook met de heer Kwaas en andere mensen die dat gezegd hebben. Reguleren is niet het enige antwoord. Naast reguleren zal je gegeven de handel die er is voor de export altijd repressie nodig hebben. En iedereen die dus suggereert dat met reguleren er geen politie-inzet meer nodig is. En geen openbaar ministerie-inzet meer nodig is. En geen gemeentelijke inzet nodig is. Ja, die is in mijn ogen, enigszins naïef. En dan druk ik me voorzichtig uit. Voorzitter, daarmee was ik, dacht ik. Ja, dat denk ik ook. Dank u wel. Dank u ook allen voor het bespreken van dit punt. En niemand heeft me erop gewezen, maar ik heb in gauwigheid een blaadje te veel opgeslagen. En daar een heleboel agendapunten overgeslagen. Niemand heeft dat gemerkt tot nu toe. Misschien, of wel, maar niks gezegd. Ik denk, we komen na de insprekers. Of na de insprekers. Ja. Maar ik heb twee blaadjes omgeslagen en ik heb nog de agendapunten 4 tot en met 9 met u door te nemen voordat we overgaan naar de volgende adviezen en bespreekstukken. Agendapunt 5, het vaststellen van de besluitenlijst van 10 december 2015. Heeft iemand daar een vraag of opmerking over? Nee, dan zeg ik onder dankzegging van de notulisten deze notulen vast. Dan ga ik naar de openstaande toezeggingen en moties. Ik wil voorstellen om de volgende moties en toezeggingen af te voeren. Motie 739, onderzoek omvang criminaliteit en ondermijnende effecten. Want die wordt betrokken bij de notitie cannabis die vandaag staat geagendeerd. Toezegging 755, open data, smart city. Hierover heeft 2 weken geleden een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Toezegging 764, de bespreeknotitie softdrugsbeleid, ook die is net aan de orde geweest. Kunt u ermee instemmen dat we deze openstaande moties en toezeggingen afvoeren? Ja, dan zijn deze bij deze afgevoerd. Dan kom ik bij de planning van de commissie bestuur. Heeft er iemand een opmerking over de planning van de commissie? Nee, ikzelf wel, namelijk dat de termijnplanning van alle commissies binnenkort onderwerp zal zijn van overleg met het college. Om te kijken van nou wat staat er binnenkort op de rol. Dan de ingekomen stukken ter kennisname. Heeft er iemand een opmerking over de ingekomen stukken ter kennisname? Nee. Dan de rondvraag die bedoeld is voor procedurele en huishoudelijke vragen. Iemand iets voor de rondvraag? Kijk, dan hadden we hem bijna net zo goed ook kunnen overslaan ook, hè, deze hele sessie nu. Dan gaan we over naar het volgende bespreekpunt. En dan moet ik mijn blaadjes opzetten. Ja, dankjewel. En dat is het initiatiefvoorstel van de fractie Bob over het vaststellen van een referendumverordening. De commissie wordt gevraagd te adviseren over het initiatiefvoorstel van de fractie Bob om een referendumverordening vast te stellen. Dit voorstel is eerder geagendeerd geweest en aangepast naar aanleiding van overleg met diverse fractiewoordvoerders. Omdat het een voorstel is van de fractie Bob, wil ik die fractie als eerste de gelegenheid geven om te spreken. Voordat ik dat doe, wil ik nog wel aangeven dat vanuit het college door de burgemeester zal worden gereageerd op eventuele vragen, mochten die er zijn. Dit omdat dit onderwerp nauw samenhangt met het onderwerp verkiezingen en dat is een onderwerp dat valt onder zijn verantwoordelijkheid. We bespreken dit stuk omdat het een adviesstuk is in 2 termijnen en ik geef als eerste het woord aan de heer Van der Horst van de partij Bob. Dank u wel, voorzitter. Bestuurlijk Breda is op zoek naar meer invloed voor de bewoners, organisaties en bedrijven. Zoek de teksten en titels van de meest recente coalitieakkoorden. En het zal blijken dat we al jaren op zoek zijn. Op zoek naar meer contact met de inwoners, maar ook op zoek naar meer wederzijds vertrouwen. Breda is niet uniek in het teruglopen van opkomstpercentages bij verkiezingen. En de mensen die dan wel hun stem uitbrengen, blijken dan nog eens hun stemgedrag zeer te laten afhangen van de landelijke politiek. Bob wil daar
met andere partijen wat aan doen. Overigens in het volle besef dat het niet lukt met één instrumentje op korte termijn. Er zal veel meer moeten gebeuren om de mensen in de stad en dorpen weer het idee te geven dat we als bestuurders er voor hun zitten. Eens in de 4 jaren stemmen is wat mager om je invloed op het stadsbestuur uit te oefenen. Op het moment van de verkiezingen weet je als kiezer nog niet over welke zaken de gekozen raadslieden gaan besluiten in de komende 4 jaar. We doen als 10 Bredase fracties, politieke partijen, allemaal op onze eigen manier ons best om het contact met inwoners te houden. Soms met succes, maar net zo vaak zonder. Onze worsteling met onze manier van vergaderen laat wel zien dat we nooit voor altijd een goede oplossing hebben gevonden om de stem van de inwoners een goede plek te geven in onze besluitvorming. In ieder geval toont het aan dat we niet tevreden zijn met instrumenten als inspreken tijdens raadscommissies. Het is de fractie Bob recentelijk opgevallen dat ook het college van burgemeesters en wethouders in de aanloop naar belangrijke raadvoorstellen niet altijd grijpt naar een volksraadpleging om het gevoel van de Bredase inwoner te betrekken bij de besluiten. Denk onder andere aan de besluitvorming rondom het stedelijk kompas enkele jaren geleden. Toch zijn er ontwikkelingen te noemen die daar wel voor pleiten. Een referendum is immers een beschaafde manier om erachter te komen hoe die ideeën en voorstellen leven bij de inwoners waarbij iedereen gelijke kansen heeft. Het is daarom dat wij een initiatiefvoorstel hebben opgesteld voor het vaststellen van een referendumverordening. De gemeentewet maakt het al lange tijd mogelijk dat op lokaal niveau raadplegende en raadgevende referendums plaatsvinden. De enige eis die daarbij gesteld wordt is dat er een gemeenteraad of dat in de gemeenteraad een referendumverordening is vastgesteld. Dat is in Breda, 9e stad van het land, nog steeds niet gebeurd. Maar er is hoop. Want op pagina 72 van de conceptbegroting van 2016 schrijft het college onder het kopje Open Overheid dat we in het kader van de bestuurlijke vernieuwing andere ontmoetings- en werkvormen gaan uitproberen. Initiatieven uit de samenleving beïnvloeden onze besluitvorming. Bredaners kunnen zo direct meesturen en meebeslissen over de vraagstukken die zij belangrijk vinden. We verbeteren de gemeentelijke website en maken onze communicatie meer interactief door meer te doen op sociaal media. We verbeteren de manier waarop wij ons verantwoorden. De begroting en de bestuurlijke rapportage zijn goed leesbaar op www.hetgeldvanbreda. Wij juichen dit erg toe en willen er alvast mee aan de slag. Vandaar dit voorstel. We zijn erg blij met de avond die we belegden en daar met een aantal partijen konden overleggen om het eerste voorstel wat we hadden nog beter te maken voor Breda. Zal ik hem gewoon links doorgeven? De heer Rutten van het CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Vandaag behandelen wij wederom het initiatiefvoorstel om te komen tot een referendumverordening. Bij de eerste behandeling hebben wij onze waardering al uitgesproken voor dit initiatief van partij Bob. Daar is het niet bij gebleven. Bob heeft naar aanleiding van eerder gemaakte opmerkingen ook nog wijzigingen aangebracht. Dank daarvoor. Eerder hebben wij al aangegeven dat er naar onze mening ook zonder referendum goede manieren zijn om standpunten en denkbeelden uit de maatschappij op te halen. Die genieten, naar onze mening, meestal de voorkeur boven een referendum. Maar zonder verordening schijnt het houden van een referendum in het geheel niet mogelijk te zijn. Omdat wij Breda de wettelijke mogelijkheid van een referendum niet willen onthouden, zijn wij in beginsel positief over een referendumverordening, mits voorzien van de nodige waarborgen. Om die reden juichen wij als CDA toe dat er een aantal wijzigingen is aangebracht in het voorstel. Zo is de drempel verhoogd. Dat is positief. Het is niet niks, zo'n referendum. Het kost veel geld en energie en dan vinden wij een aanzienlijke, maar haalbare drempel geïndiceerd. Er is ook gesleuteld aan de lijst van referendabele besluiten. Daar zijn wij niet onverdeeld gelukkig mee. Een andere, veel fundamentelere vraag is of dit een limitatieve opsomming is van weigeringsgronden. Ik kom daar nog op terug. Een tweede wijziging die wij toejuichen is de introductie van een tweetrapsraket. Na de eerste stap, met terecht een lagere drempel, moet het verzoek getoetst worden in de raad. Voor ons is nu de vraag welke mogelijkheden de raad heeft dan het verzoek af te wijzen. Stel dat geen van de uitzonderingen van artikel 2 van toepassing is en de drempel van 1% is gehaald, maar de raad het om andere redenen niet ziet zitten om een referendum te organiseren.
kan de raad het verzoek dan afwijzen? Ik vind de tekst van de verordening niet geheel duidelijk. Wat daar ook van zij, wij vinden dat de raad na de eerste stap vrij moet zijn in haar toetsing. Ook als aan alle formele vereisten is voldaan. Stel dat om wat voor reden dan ook een meerderheid in de raad voor of tegen een voorstel is en diezelfde meerderheid al bij voorbaat weet dat zij zich niet laat beïnvloeden door de uitkomst van het referendum. Dan moet je er niet aan beginnen. Een dergelijk referendum kost alleen maar tijd en zal tot grote teleurstelling leiden. Het kan ook zo zijn dat het halen van de eerste stap al zoveel in werking heeft gezet dat een tweede trap misschien niet meer nodig is. Laten we daarover dan als raad in gesprek gaan met initiatiefnemers. Wij interpreteren het voorliggende voorstel zo dat na de eerste fase een meerderheid van de raad altijd kan besluiten dat er geen referendum komt. Ook als de 1% drempel is gehaald en de uitzondering van artikel 2 niet van toepassing zijn. Als er fracties zijn die een andere mening zijn toegedaan, dan horen we dat graag. Dan lijkt het mij nu het moment om daarover te spreken. De keerzijde is wat ons betreft overigens ook dat wij niet te rigide om moeten gaan met de lijst van artikel 2. Ik noem als voorbeeld de gemeenschappelijke regelingen. Aan deelname aan sommige gemeenschappelijke regelingen valt niet te ontkomen omdat ze verplicht zijn. Maar met andere gemeenschappelijke regelingen zouden we wel kunnen stoppen. Misschien niet op stel en sprong, maar wel op termijn. In het recente ROB-rapport wordt ook weer gepleit voor het vergroten van de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen. Waarom mag de Bredanaar zich dan nou net niet over zo'n samenwerking uitspreken? Natuurlijk, het is de vraag of gemeenschappelijke regelingen ooit zo hot zullen worden dat de inwoners van Breda zich daarover willen uitlaten. Maar wij vinden het niet zo consequent om die mogelijkheid bij voorbaat te blokkeren. Kortom, wij pleiten ervoor dat het lijstje van artikel 2 als leidraad functioneert. In de meeste gevallen zal een onderwerp op die lijst niet referendabel zijn, maar er zijn uitzonderingen mogelijk. Net zoals het feit dat een onderwerp niet op de lijst staat, niet betekent dat er altijd een referendum komt. Dank u wel. Dank u wel. Het woord gaat nu naar mevrouw Bijlsma van de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ondanks dat de Partij van de Arbeid zich niet helemaal kan vinden in de tone of voice van het voorstel van Bob, vindt het initiatief van de heer Van Horst wel te prijzen. En het voorstel is ook in positieve zin aangepast naar eerdere bespreking. Misschien moet ik even toelichten wat we dan bedoelen met tone of voice. De heer Van Horst heeft al enkele woorden gesproken in zijn inleiding. Maar in het voorstel staat bijvoorbeeld ook: we vinden het belangrijk dat Bredanen zich ook tijdens een periode van 4 jaar kunnen uitspreken over raadsbesluiten of belangrijke dossiers. Daar zijn we het natuurlijk mee eens. Maar het lijkt nu alsof dat helemaal niet kan. Of het ook niet gebeurt. En ik ben dan ook bang dat de fractie van Horst een aantal dingen heeft gemist de afgelopen jaren. Maar ook niet helemaal goed in beeld heeft wat de mogelijkheden nu zijn. Dus dat even terzijde. Wel te prijzen dat het initiatief hier nu ligt. En we blijven eigenlijk nog met twee punten zitten waar we het over willen hebben. Als eerste de aantallen. Er is nog steeds gekozen voor een percentage. En onze fractie ziet hier graag een vast aantal. Een aantal verzoeken, zodat je hier ook duidelijk met de stad over kan communiceren. Dat is wel zo handig, want dat is ook precies wat fractie Bob vraagt. Om als we dit aannemen, deze verordening, om die dan duidelijk met de stad te communiceren. En dan is het best wel lastig als we het dan hebben over een percentage wat elke keer kan wisselen. Daarom willen we ook vragen aan de initiatiefnemer of hij bereid is om dit nog aan te passen richting de raad. Daarnaast is het ook nog wel voor ons een vraag hoe Bredanaars nou zo'n verzoek kunnen indienen. Is het nou echt nodig om naar het stadskantoor te komen met een paspoort om je aan te melden? Wij zijn hier als fractie nog steeds niet helemaal aan uit. En we willen ook het college vragen hoe zij hier tegenover staan. Is het nou echt wenselijk? Wij zijn ook van mening dat mensen als ze echt iets belangrijk vinden ook wel bereid zijn om naar het stadskantoor te komen. En dat alleen een digitale handtekening misschien wat te mager is. En wat gevoelig is voor fraude misschien of voor persoonlijke campagnes van een actieve kleine club. Maar ja, digitaal is wel makkelijk. En uiteindelijk willen we onze dienstverlening richting de Bredanaars zo goed mogelijk op orde hebben. Mocht dit dus mogelijk worden gemaakt, dan willen wij de suggestie van de hand doen om dan wel te werken met bijvoorbeeld een DigiD. Omdat je hiermee fraude voorkomt. En het is ook nog alsnog iets moeilijker om dan alleen een kruisje te zitten. En dat is ook wel belangrijk. Um,
Wat dan ook voor ons belangrijk is, als je voor zoiets kiest, dan is een DigiD voor sommige mensen ook nog best wel een drempel. Dus wat ons betreft moet het dan wel en-en zijn. Dus en digitaal met een DigiD of welke vorm daarvoor ook wordt gekozen. Maar dan ook nog wel de mogelijkheid om naar het stadskantoor gewoon te komen en hier handtekening te zetten. Graag een reactie van het college en andere fracties. Welke manier heeft u voorkeur en welke argumenten zijn voor u daarin leidend? Dank u wel. De heer Fuik. Van Breda, zo. Ja, exact. Ja. Heel goed. Ja, ik blijf het toch een moeilijke zaak vinden om complexe zaken die vaak spelen met een jaartje of een neetje zomaar te beantwoorden. We hebben uiteindelijk in Nederland een op afstand gekozen bestuur gekozen om uiteindelijk die diepgang in de beslissingen mogelijk te maken. Dat je dus samen met je fractie er dieper op ingaat. En er zijn op dit moment allerlei mogelijkheden voor burgers om toch ook hun dingen te laten horen. Vaak is dat not in my backyard. Dan komen de burgers wel vaak uit de box, om het zo maar te zeggen, bij andere zaken. Ja, ik heb Breda nu wel eens interviews zien afnemen, gewoon in de winkelstraat. En ja, dan denk ik toch dat een referendum toch heel makkelijk is om een jaartje of een neetje te geven, zonder dat je er ook echt hebt bij nagedacht. Wat ik de vorige keer al aangaf, is dat wij eigenlijk doende zijn om een ander vergadersysteem te krijgen, om juist ook zeg maar, met die politieke markt de burger meer en meer te kunnen betrekken bij bepaalde zaken. En dat geeft nog steeds mijn voorkeur. Eigenlijk zeg ik, ik heb de vorige keer min of meer tegen het referendum gestemd en ik ben nog niet echt om. Dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Planken van de VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Hoewel het voorstel is aangepast op een aantal punten, verdraagt het referendum volgens onze fracties nog steeds niet met het beginsel dat burgers via hun vertegenwoordigers, zoals meneer Fuik net al zei, invloed uitoefenen op het beleid. En daar zat en daar zit de kern van ons bezwaar tegen het instellen van deze verordening. Ik zal het betoog dat ik bij de vorige bespreking hield niet meer herhalen, maar ik blijf erbij dat er voldoende middelen zijn om invloed uit te oefenen op het beleid van eenvoudig bellen en mailen tot burgerinitiatief. En daar wordt nog steeds onvoldoende gebruik van gemaakt. En het is aan ons, wij die hier zitten, om inwoners daar meer op te wijzen en ook zelf de boer op te gaan. Laten we daar dus eerst beter gebruik van maken in plaats van iets nieuws toevoegen. Voorzitter, ik heb een aantal opmerkingen. Ik heb uiteraard het voorstel goed bestudeerd en kritisch gelezen. Ik vind het jammer dat de oplegger ons niet meeneemt in de afwegingen die zijn gemaakt om tot het aangepaste voorstel te komen. Het was nu een zoekplaatje. En daarnaast zijn de vragen die zijn gesteld in de eerste termijn niet beantwoord. En dat vind ik eigenlijk jammer, omdat met name de fractie Bob ons altijd vraagt om vragen te beantwoorden. En nu krijgen we niet die antwoorden. Misschien zijn die wel besproken in die bijeenkomst, maar degenen die er niet bij waren, die hebben die antwoord niet. Ik ben benieuwd of die antwoorden alsnog komen. Overigens chapeau voor de andere partijen met het bereikte resultaat. Ze hebben er veel uitgehaald. Maar waarom kiest de partij Bob voor deze aanpassingen? Dat u een referendumverordening wil, prima. Maar die aanpassingen die begrijp ik niet. Een hogere drempel, geen mogelijkheid tot initiatief vanuit de raad. En in het bijzonder het invoegen van die extra artikelonderdelen bij artikel 2. En leidt dat laatste nu net niet tot hetgeen u niet wilde met uw eerste voorstel. Namelijk discussie over het wel of niet mag. Dat het wel of niet vooraf. Ik lees me even opnieuw, voorzitter. Met die iPad. Namelijk discussie over het wel of niet. Het toestaan van het referendum vooraf. Of het voorstel en daarmee het voorstel negeren. In plaats van dat je het referendum houdt en dan de uitslag niet overneemt. En in de antwoorden die op de technische vragen toen zijn gekomen. Noemt uw fractie het zelfs het creëren van een lege huls. Een dode muls en een dode mus zelfs. En vindt u dat nog steeds?
En hoe verhoudt dat invoegen van die extra uitzonderingen, waaronder die voor kwetsbare groepen, die ik overigens als tegenstander best prima vind dat die erin staat, zich bijvoorbeeld tot eerder door uzelf geuit te wensen om bijvoorbeeld te komen tot een referendum over een asielzoekerscentrum? Daarmee heeft u toch regelmatig ook geflirt richting de inwoners van de stad. Is de partij Bob het met mij eens dat het voorstel dus nu precies dat is wat u niet wilde? En dus eigenlijk een wassen neus is, omdat u eigenlijk actief uw eigen wensen en de verwachtingen van uw achterban lijkt te blokkeren. Ik ben benieuwd naar de reactie van de partij Bob. Dank u wel. Dan ga ik nu over naar de heer Van het Hof van D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor degene die wederom een bestuurskundige uiteenzetting verwachten, moet ik vanavond toch teleurstellen. Daarvoor verwijs ik naar de vorige commissievergadering. Het referendum is wat D66 betreft een serieus instrument voor serieuze zaken. Dat zien we in dit nieuwe voorstel dan ook goed terug. Net als de bescherming van kwetsbare groepen. Wel hebben we nog twee vragen. De eerste gaat over de benodigde drempel. Om niet in een Babylonische spraakverwarring te belanden van kiesdelers, kiesdrempel, kiesgerechtigden, en om helderheid te geven aan onze inwoners, ziet D66, net als de Partij van de Arbeid, graag vaste, absolute aantallen. En tot dus graag aan de initiatiefnemer de vraag van welke aantallen hij daar absoluut in wil hebben. En tot slot, voorzitter, de tweede vraag. Want een paar duizend handtekeningen klinkt veel. En dat is het ook. Zeker als je die allemaal tijdens kantooruren op het stadskantoor moet komen zetten. Dat moet anno 2016 ook digitaal kunnen. Zoals bijvoorbeeld ook onlangs met het inleidende verzoek voor een referendum over Oekraïne. Dus ook daarvoor graag de vraag aan het college welke mogelijkheden er zijn om ook digitaal je handtekening te kunnen zetten. Dank u wel. Dan ga ik nu naar de heer Tax van Trots Ouderen Politiek Actief. Ja, mevrouw de voorzitter. Ik heb de vorige keer complimenten gemaakt in de richting van de fractie van Bob voor het initiatiefvoorstel. De prestatie als raadsfractie initiatiefvoorstel indient. Dat compliment kan ik nu al herhalen, maar het heeft ons veel niet overtuigd dat we hiermee een goed instrument voor Breda creëren. Kijk, ik begrijp van de voorstanders, en die zijn blijkbaar in de meerderheid als ik het zo hoor tot dusver, die zijn overtuigd dat het voorstel technisch verbeterd is. Nou, dat is dan positief. Maar ja, van wie twijfelt over de vraag of dit instrument een verrijking is voor lokale democratie? Ja, die is daar ook niet overtuigd. We zijn het wel eens met de initiatiefnemers dat het van groot belang is dat inwoners, organisaties en bedrijven meer invloed kunnen uitoefenen op de gemeentelijke gang van zaken. En eens in de 4 jaar stemmen geeft weinig invloed op het bestuur. En daarom wordt er binnen het systeem van representatieve democratie, zoals we kennen in Breda, tal van initiatieven ontwikkeld om de inwoners bij het bestuur te betrekken. Er zijn voorbeelden genoemd door anderen, ze zijn bekend. Maar bovendien hebben, naar onze overtuiging, raadsfracties en politieke partijen tot taak met de inwoners in gesprek te gaan. Als zich beslissingen aandienen over zaken die de tijden van de verkiezingen nog niet te voorzien waren. Dat is toch het wezen van de lokale democratie. Volksvertegenwoordigers moeten ook buiten verkiezingstijd voortdurend in contact staan met de inwoners. En daarvoor is geen kostbaar middel als een referendum nodig. Een referendum in voorgestelde vorm is meer dan een opiniepeiling, ook al heeft dat geen bindende werking. Het is een vorm van directe democratie en daarmee een vreemd element in ons huidige stelsel van indirecte democratie. Het is zeer waarschijnlijk, mevrouw de voorzitter, via de ontwikkeling van digitalisering een verre toekomst een heel duur bestuurlijk democratisch systeem gaat ontwikkelen waar burgers rechtstreeks besluiten nemen, zonder tussenkomst van gekozen vertegenwoordigers. Dat zou heel goed denkbaar zijn in de verre toekomst. Maar het is voorlopig niet aan de orde en tot die tijd is het beter het politieke systeem zuiver te houden en af te zien van invoering van deze referendumverordening. Een referendum past niet in het huidige democratische stelsel waar alleen door gekozen volksvertegenwoordigers besluiten kunnen worden genomen. Dat blijft overigens ook zo als je een referendum houdt. Er moet formeel besluit genomen worden door de gemeenteraad. En afgezien van het principiële besluit, de onduidelijkheid die je introduceert, is ook een ander risico. Dat namelijk dat de relatie tussen kiezer en gekozenen onder druk komen te staan en zelfs worden verstoord als de gemeenteraad zou besluiten zich niet te conformeren aan de referendumuitslag. Het referendum is immers niet bindend, zodat een onwelgevallige uitslag kan worden genegeerd en een bepaalde situatie misschien ook wel zou moeten worden genegeerd, omdat het gemeentelijk belang in gedrang kan komen. Het kunnen soms vergaande financiële consequenties zijn. En daarmee wordt dan het tegendeel bereikt van wat met het voorstel wordt beoogd. De relatie met de inwoners wordt er dan niet beter op. De staatsorde van Trots de Oude Politiek Actief is het voorstel bepaald geen verrijking van de gemeentelijke democratie, mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik nu naar de SP
De heer Maas. Ja, dank u wel, voorzitter. Democratie is wat de SP betreft vaker dan eens per 4 jaar je stem laten horen. Zo staat het letterlijk in ons verkiezingsprogramma en wij zijn dan ook enthousiast over een referendumverordening. Evenals een meerderheid van deze raad overigens, die zich ook tijdens de vorige commissiebehandeling al aftekende. Dit is destijds niet door alle media opgemerkt, maar ons wel. Volgens de SP gaf de vele kritiek die vorige keer geuit is op het oorspronkelijke voorstel van Bob juist de betrokkenheid weer en het belang dat we met z'n allen erin zien van meer mensen betrekken bij de politieke besluitvorming. Voorzitter, samen met de diverse fracties, waaronder de SP, heeft Bob de verordening aangepast. En dat is duidelijk een verbetering ten opzichte van de vorige versie. Toch zijn er nog twee dingen waar we als SP graag gewijzigd zouden zien, voordat we vol overtuiging voor kunnen stemmen. 1 is ook al eerder genoemd, het aantal mensen wat in eerste en in tweede instantie steun moet betuigen. Nu staat er in de verordening een percentage. Wat ons betreft moet dit een concreet percentage of beter nog een concreet aantal zijn. Wij denken bijvoorbeeld aan 1000 personen voor de eerste drempel en 7500 voor de tweede. Alhoewel ik het eigenlijk geen drempel wil noemen, want juist dat proberen we te voorkomen. Graag een reactie hierop van de indiener, misschien in tweede termijn, en de burgemeester hoe hij dit ziet. Dan het tweede punt, de wijze waarop gestemd kan worden. En daarom zei ik, we willen juist geen drempel en we willen ondanks al de betrokkenheid willen verhogen door meer mensen zich aan te laten melden, willen we voorkomen dat bijvoorbeeld de kantoortijden, zoals de heer Van het Hof ook zei, dat een drempel wordt voor mensen om zich aan te melden. Volgens mij we leven tegenwoordig in een digitaal tijdperk. De mogelijkheden met DigiD, als die goed genoeg zijn om je paspoort aan te vragen of je rijbewijs of bij vertrouwelijke informatie te komen bij je medisch dossier, dan moet volgens mij het ook betrouwbaar genoeg zijn om jezelf aan te kunnen melden voor een referendum. En dan tot slot, voorzitter, nogmaals complimenten voor de fractie Bob voor het voorstel. We zijn er volgens mij bijna en hopelijk kunnen we het de eerstvolgende raad aftikken. Nog één vraag die ons ook wel, die bij ons naar boven kwam lezen het voorstel. Je hebt een opkomstpercentage van 30% en het is niet binnen het referendum. Wat nu als er een 29% mensen zegt, we zijn voor of tegen de sluiting van het zwembad. Doe dan je vingers in je oren, want het is toch niet binnen. Dus ja, het is een beetje, die twee dingen lijken toch op gespannen voet met elkaar te staan. Dus graag ook daarop een reactie van de wethouder, van de burgemeester, hoe hij dit ziet. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik nu naar GroenLinks, de fractie GroenLinks, en de heer Koniuszek. Dank u wel. Heel goed, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. GroenLinks is een voorstander van het referendum als een van de middelen om de inwoners meer te betrekken bij het bestuur. Het is niet zo dat één keer in de 4 jaar dingen veranderen continu. En er kan een moment komen dat je de inwoners een keer wil vragen van hoe je op een nieuwe ontwikkeling moet reageren. Vandaar dat een referendum wat ons betreft past in de middelen die we daarvoor kunnen inzetten. We hebben in eerste instantie gekeken naar het allereerste voorstel van de fractie Bob. Dat is naar aanleiding van een aantal gesprekken met een aantal fracties behoorlijk gewijzigd. Wij vinden die wijzigingen de goede kant uitgaan. En we blijven eigenlijk met dezelfde zaken zitten als waar SP, D66, PvdA ook al mee komen. Van, maak de drempel nu helder. In plaats van een percentage, noem een aantal. En maak het stemmen zo makkelijk mogelijk. En het aanmelden. En dus vind een digitale manier. Dat is denk ik onze oproep. En volgens mij, wat de GroenLinks betreft, zijn we er dan. Dank u wel. De heer Lemaire van Kritisch voor Breda. Voorzitter, dank u wel. Ik wil niet al die details ingaan over hoe je het nou precies moet vormgeven en digitaal, et cetera. Want volgens mij speelt hier nog een hele andere vraag. En als we kijken naar het voorstel, dan is het doel, of een van de doelen is om meer vertrouwen tussen het gemeentebestuur en de Bredanaars te krijgen. Als reactie op de lage opkomst in de verkiezingen. Als u even in de literatuur duikt en even denkt aan grote denkers en onderzoekers zoals Bogers van Rijbroek, dan weet u dat wantrouwen vanuit de samenleving niet komt vanwege een gebrek aan een referendum. Het heeft te maken met het wantrouwen in ons als politici.
Wantrouwen in ons als politici lossen we niet op met een referendum. Dan is de vraag van waar is dit dan een oplossing voor? Die vraag ontbreekt nu. De heer Fuik. Ja, ik begin meneer Lemaire toch een klein beetje lastig te vinden. Want het wantrouwen wat die politici heeft en maar uitstraalt, ja, dat bedoelt hij mij mee. En dat doet u keer op keer. En eigenlijk begin ik dat een klein beetje een lastig agendapuntje te vinden. Wat is uw vraag? Nou, vindt u dat ook? Bent u het daarmee eens? Waarschijnlijk niet, want Voorzitter, ik ga graag verder met mijn... boek aan het promoten. Ik ga graag verder met mijn verhaal. Meneer Fuik, misschien moet ik gewoon eerst een keer luisteren. Misschien een keer wat dingen lezen en een stukje aan een stukje zelfreflectie doen. En dan kunnen we met elkaar verder praten. Dus de vraag is even terug van waar is dit dan de oplossing voor? Dat is de vraag die we hier elkaar niet hebben gesteld. Wat willen we oplossen? Nou, meneer Van der Horst, ik ga het u iets makkelijker maken. Want het is geen oplossing voor het versterken van het vertrouwen in de politiek. Maar het kan wel degelijk een middel zijn voor het versterken van de democratie. Want politiek en democratie zijn niet hetzelfde. Politieke partijen en democratie zijn niet hetzelfde. Dat is wat wij er met z'n allen, zeker als politiek, van hebben gemaakt. Dus een referendum kan wel degelijk zin hebben. Kan wel degelijk. Mensen zijn namelijk wel voorstander van democratie. En dat staat los van het wantrouwen wat er is in de politiek. Maar dan is er wel een bezwaar. Namelijk enerzijds de beperking waarin men kan kiezen. De onderwerpen waar men over een referendum mag hebben. Maar wat er vooral meespeelt is, het referendum is raadgevend. Dat betekent dat wij als gemeenteraad straks de uitkomst van het referendum naast ons neer kunnen leggen. En de heer Tak zei het al, als er iets is wat het wantrouwen in ons kan versterken, is op het moment dat er een uitkomst is van een referendum en wij leggen het naast ons neer. En daarom zou ik ons willen oproepen, als wij werkelijk de democratie in Breda willen versterken, en ik weet niet in hoeverre de wet het toestaat, maar als wij werkelijk de democratie willen versterken, dan zouden wij het een bindend referendum moeten maken. De heer Maas heeft een interruptie. Ja, het verbaast mij een beetje dat ik dit de heer Lemaire moet vragen, want hij is uitgerekend volgens mij de bestuurskundige hier. Ja. Volgens mij is de heer Lemaire, zou het er ook voor op de hoogte moeten zijn, dat het onmogelijk is om een referendum bindend te verklaren, omdat het iets te maken heeft met het feit dat je zonder last en tegenspraak verkozen bent als volksvertegenwoordiger. Ja, maar dan zegt u dus eigenlijk bij dat het een kul is om een referendum te organiseren. En u was er net voorstander van. Voorzitter, nou, Lemaire legt mijn woorden in de mond. Dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg het is juridisch gezien onmogelijk, hetgene wat de heer Lemaire vraagt. Ik ben het wel met hem eens dat op het moment dat er een advies komt vanuit de bevolking, dat we dat heel erg serieus moeten nemen en dat je daar hele goede reden moet hebben om het naast je neer te leggen. Maar ook dat zal vervolgens in de openbaarheid gebeuren en dan kan de kiezer hier dan vervolgens op afrekenen. Dus volgens mij is het helemaal een waterdicht democratisch systeem, dus ik snap het bezwaar niet zozeer. Nee, ik herhaal hem nog een keer voor de heer Maas. Als het gaat om het versterken van het vertrouwen, moet je dus niet op een gegeven moment mensen gaan vragen met een heel stelsel aan regelingen, met een hoop kosten, van geef ons uw advies en dan vervolgens zeggen, ja, maar als raad weten wij het eigenlijk toch wel beter dan nu en we doen het toch anders. Dat is voedingsbodem voor wantrouwen. En dat is precies hetgeen wat de heer Van der Horst wilde oplossen. En dat is waar mijn punt is. Wat er juridisch wel en niet mogelijk is. Kijk, als het dus juridisch niet mogelijk is om dat vertrouwen te versterken, waar hebben we het dan hier nu met elkaar over, meneer Maas? Voorzitter, meneer Lemaire, bent u het dan niet mee eens dat op het moment dat er een beweging ontstaat van de bevolking in Breda, en zeer sterk is met van wij willen dat zwembad niet sluiten. En wij leggen dat besluit als raad naast ons neer. Ik denk dat je dan ook veel verder bent. Ik denk dat wij dan goed moeten kunnen luisteren. En we hebben een richtlijn erin. En op het moment dat één partij of mensen hele zwaarwegende overwegingen hebben om dat te doen, dan weten ze ook waar ze voor kiezen. En dan kunnen bij verkiezingen mensen zeggen van hey, die partij die zien we niet meer terug in de Bredaarse Raad. Ja. Heeft u een vraag? Nog? Wat
Ik wil heel even, wat misschien een mooi voorbeeld is in deze context, zijn die verkiezingen rondom die Europese grondwet geweest. We hadden een hoge opkomst en mensen waren ermee gebrand om te stemmen. En Nederland stemde tegen de Europese grondwet. Ik weet niet of het voor die partijen die vervolgens in een vervolgfase een lichtere variant van die grondwet alsnog bij ons door de strot hebben gedouwd, of die daar electoraal heel erg voor zijn afgestraft. Ik weet wel dat als het geen pijlreferendum komt, dat iedereen die vieze smaak nog in zijn mond heeft en dus massaal tegen de Oekraïne gaat stemmen, niet vanwege de inhoud, maar omdat we een paar jaar geleden zo'n enorm oor aan zijn genaaid met een nepreferendum. Ik kom tot een afronding. Als wij dus werkelijk durven te investeren in de democratie en dus willen dat het vertrouwen werkelijk toeneemt, wat daar juridisch ook in mogelijk is, maar dan moeten wij die macht durven delen. En dan moeten wij van tevoren inderdaad zeggen van bevolking, als u dit heeft gekozen, dan staan wij erachter en dan is het een go. Tot zover. Dank u wel. Dan hebben wij in eerste termijn hierover gesproken. Wat duidelijk is, is dat heel veel partijen wijzen op andere mogelijkheden die er ook zijn om het contact en de meningen van de burgers van Breda of de inwoners van Breda op te halen. Er is duidelijk een verzoek van meerdere partijen om een vast aantal in plaats van een percentage op te nemen in de verordening. En er is een vraag en een behoefte om ook stemmen via DigiD, als het mogelijk is, te gaan doen in plaats van met een handtekening naar het stadskantoor. Er is een aantal van de bijdragen concentreren zich ook rond de bindendheid van de uitslag. Die is er niet. In de wet ook, dat is net ook uitgelegd. En er zijn verschillende oplossingen voor. De ene is van, nou, we nemen het altijd over, of de uitslag. En de andere is van, nou, als we toch al weten dat we het niet overnemen, gaan we het niet doen. Dus daar concentreert zich een stuk van de discussie rond. En dan denk ik dat er is nog een vraag van de SP over de verhouding tussen de 30% en het niet bindend zijn van de uitslag. Van waarom neem je dan überhaupt die 30% nog op, als ik het goed vertaal? Ja, dan denk ik dat ik ze allemaal gehad heb en anders dan hoor ik het wel. Dan wil ik eerst even de burgemeester, omdat het vrij technisch is of het wel of niet mogelijk zou zijn, het stemmen via de DigiD laten beantwoorden. En dan overgaan naar de beantwoording door de partij Bob. Dank u wel, voorzitter. Maar het gaat over digitaal stemmen. Niet digitaal stemmen, maar digitaal eigenlijk aandienen van ondersteuning van het referendum. Hebben wij geen pijl gezien, waar het ging over het referendum Oekraïne, dat er een aparte app is ontwikkeld, als ik me niet vergist heb, die goedgekeurd is door de kiesraad. De kiesraad is daar wel bepalend in. DigiD is dan lastig, omdat men op een gegeven moment met de hand geschreven iets moet aantonen dat men daadwerkelijk ook degene is die het, degene is, althans zoals bij geen pijl, degene is die het heeft ingediend. Maar daar waar geen pijl het lukt om zo'n app te ontwikkelen, zou je mogen verwachten dat wij in ieder geval het ook zouden moeten kunnen. Dus dan hoef je niet de gang naar de stembus, gang naar het stadskantoor te maken, maar kun je het op een digitale manier doen. Ook omdat het uitgangspunt is, en daarom ben ik blij dat mevrouw Haag ook naast me zit, vanuit alle dienstverlening vanuit de gemeente is digitaal waar het kan. En dan zou dit ook een onderdeel zijn waar digitaal waar het kan. Moet wel het een en ander worden ontwikkeld. En dat, laat ik zeggen, dat kost natuurlijk ook wel enigszins tijd. Maar ik zou niet te veel inzetten op de DigiD. Ik zou veel meer inzetten op de ervaring die er is geweest bij het zeg maar verwerven van handtekeningen voor het Geen Pijl referendum of het Oekraïne referendum. Dat één, tweede punt, ja, ik herhaal nogmaals datgene wat net zei. Bindendheid, dat volgens mij is daarmee de opmerking. We spreken met elkaar af wanneer een referendum geldig is volgens deze verordening. Bindend zijn is iets anders. Bindend zijn kan niet. En je kunt ook geen afspraken maken dat we hier altijd die uitslag zullen volgen. Want dat is iets wat je, laat zeggen, nooit kunt afspreken. Want dan krijg je de discussie, want dan heb je op een indirecte manier toch je bindende referendum. En dat is inderdaad op dit moment in een gegeven de Nederlandse wetgeving niet mogelijk. Dus dat is gewoon iets wat dan uit het debat moet blijken hoe je daarmee omgaat.
En dan is het aan u om daar een keuze in te maken, zou je kunnen zeggen. Maar je kunt niet via een indirecte manier zeggen, als we nu maar bij de verordening vaststellen dat we ons allemaal neerleggen bij de uitslag, dat je dan op een gegeven moment zegt, dan heb je het opgelost. Nee, want dan heb je via de band alsnog het bindende referendum. Over de uitslag, ja, dat is over de geldigheid van de uitslag. Daar doet deze referendumuitspraak, of deze referendumverordening, een duidelijke uitspraak over. Hoe u dan als raad ermee omgaat, dat is iets anders. Maar het gaat over percentage of absolute aantallen. Qua verwerking is absolute aantallen in een verordening opnemen natuurlijk gemakkelijker. Want dan weet je op een gegeven moment ook waar je gewoon op richt. Hè. Dus wat dat betreft kan ik me er iets bij voorstellen. Want bij het percentage moet je elke keer weer nadenken over hoe is het ook weer precies. Dan verschuift het elke keer. Terwijl je, als je het een absolute aantal neerzet, dat aan discussie in ieder geval niks op kan. Geen discussie op kan leveren. Voorzitter, dat was het wat mij betreft. Dank u wel. Dan ga ik nu over naar de heer Van der Horst voor de beantwoording van de vragen. Ja, hier mag de microfoon aan. Oh ja, daar. Dank u wel. Dank u wel. De eerste vraag, en ik zal er een paar vergeten, maar ik heb naast me een bestuursadviseur zitten, dus die zal ze direct verder wel overnemen. De goede vraag van het CDA, wanneer we eventueel kunnen stoppen. Dan staat in artikel 4, puntje 4, daar staat, als het verzoek voldoet aan het bepaalde in de voorgaande leden, neemt de raad een besluit over het houden van een referendum. Dus met andere woorden van, als het helemaal in orde is, het eerste gedeelte, dan kan de raad altijd nog zeggen bij die eerste stap, ik stop of we willen het niet. Een vraag van PvdA en van SP en ook van D66 om aantallen te noemen. We zijn er in eerste instantie ook van uitgegaan dat mogelijkwijs als we Roosendaal en Tilburg geannexeerd hebben, dat het dan makkelijker is om met percentages te werken. Maar ik kan me eigenlijk inderdaad wel vinden in het feit, zolang als we het voor Breda doen, dat we dan inderdaad naar die 1000 personengrens gaan of 1000 stemmengrens. En 7.500, dat is geen enkel probleem, willen wij graag opnemen. Dan de VVD, ja, oké. Dat is natuurlijk zo van, kijk, je bent aan het onderhandelen, doet de VVD ook wel eens. Die beloven dan gouden bergen, parkeermeters dicht en zo, je kent ze allemaal wel. Heel die auto, ergens nog 1000 euro die nog in een nachtkastje ligt. Eigenlijk de partij die een half jaar voor de verkiezingen komt met grote dozen met een strik erop, uitdeelt. En dan na een half jaar daarna de kiezer maakt hem open en die denkt bij, hey shit, daar zit niks in. Nou, kijk, wij zijn eigenlijk heel scherp ingestoken met van wat we wilden. Dan heb je natuurlijk wat, overleg. En dan krijg je hele goede dingen te horen van een aantal partijen en die neem je dan op. Dus kijk, meneer Planken, als u nou af en toe ook gelijk naar ons luistert, toen met bijvoorbeeld die 15 minuten parkeren, en als u die gelijk overgenomen had, dan noemen wij dan shop en buy. Ja, dan waar u nou een goede sier mee maakt, had u dat kunnen vergeten. D66 hadden we gehad. Trots, heel. U kunt gewoon naar het toilet. De heer Plank heeft een interruptie. Okay, dat mag. Ik hou de microfoon. Nee, dat mag niet. U moet hem even. Wil je dat schreeuwen? Ik kan zelf ook praten. Goed zo. Prima. Kijk, prima dat u allerlei leuke anekdotes hebt over de VVD, waar u jarenlang zelf lid van bent geweest. Ja. Maar helaas, u geeft geen antwoord op een aantal vragen die ik aan u heb gesteld. Het gaat mij om het principe dat wij ook in de eerste termijn een aantal vragen hebben gesteld, daar geen antwoord op hebben gekregen. Ik heb u vervolgens nu een aantal dingen gezegd, gewoon op principeel. Want u zegt in eerste instantie, ik dien een voorstel in, daar haal ik van alles en nog wat uit. Zeur er niet te veel over, want als je het erin voegt, dan krijg je allerlei gedoe en dan is het niet meer. En nu ineens is het dat ineens niet meer. Ja, en hoe verhoudt dat nou ook gewoon met dingen die u, nota bene, zelf ook op een gegeven moment heeft gezegd en beloofd heeft, zeker toen we bijvoorbeeld spraken over het debat over het asielzoekerscentrum. Wat dus nu ook niet mogelijk is, dan doet u dus precies hetzelfde. Maar geef gewoon eens antwoord op een aantal van de vragen die ik heb gesteld. Nou kijk, een vraag die bijvoorbeeld stelt van aangepast voorstel, heb ik net al beantwoord. Hè, van in het overleg waar ook VVD voor uitgenodigd was en niet gekomen is. Wij zijn overigens niet uitgenodigd, voorzitter. Maar jawel. Iedereen is uitgenodigd. Maar goed, daar had u dan toch kunnen komen. U wist dat het was. Dus nogmaals, dat was het overleg. Verder is het natuurlijk zo van, we hebben dit voorstel nu gelanceerd.
En het vorige voorstel is aangepast, mede doordat van de andere partijen goede dingen te horen kregen en daarin gezet hebben. Dus ook die vraag heeft u al beantwoord. Dan had u het even over een asielzoekerscentrum of dat soort dingen. Nou kijk, u moet zich voorstellen van, er zit een hoge drempel in om iets te doen. En ik kan inderdaad ook spreken over alle advocaten de stad uit, of over NAC of over wat dan ook. Je kan over alles kan je iets doen. Mijn achterban is met dit voorstel zeer tevreden. En de vragen die u vorige keer gesteld heeft technisch zijn allemaal volgens mij beantwoord. En dit voorstel is anders. En hier hebben wij geen enkele technische vragen over gehad. En het is alleen politieke vragen die u stelt eigenlijk. U bent gewoon tegen. Hè, dat was u op voorhand al. Dus ja, ik kan u toch niet overtuigen. Dat klopt dan. Gaat u verder met uw beantwoording? Nou, ik ben er eigenlijk al zo'n beetje. Het vaste aantal hebben we al genoemd. Dat we niet, 30% of 29%, ja, het is eigenlijk pas geldig bij 30%. Maar als je ziet dat het 28% is en dat is een groot getal, dan komt er misschien toch wel wat los. Dus ik denk dat ik ze zo'n beetje toch allemaal wel gehad heb. Dank u wel. Dan ga ik nu over naar de behandeling in tweede termijn. Wie kan ik daarvoor het woord geven? De heer Maas, SP. Ja, bedankt voorzitter. Ja, ik wil toch nog heel even, de heer Van Horst kwam er net op terug, maar ik wil ook even de technische kant ervan aan de burgemeester ook vragen over dat tot het percentage van die 30%, de opkomstpercentage. En ik snap dat net, misschien was het niet helemaal helder hoe ik het bedoelde, dus ik ga het nog een poging wagen. Aan de hand van een sprekend voorbeeld, het zwembad moet wel of niet open blijven. Nou, de 80% vindt dat het open moet blijven, 20% vindt dat het dicht moet gaan. Maar wat blijkt nu? 25% is maar opkomende dagen, dus eigenlijk is het niet geldig. Maar ja, je weet toch wel dat 80%, of weet je dat wel of niet, wordt die uitslag dan bekendgemaakt? Dus, want je gaat het hoe dan ook meewegen. Even snel naar het antwoord. Antwoord is ja, begrijp ik. Oké, okay, ja. Ja, dus er zit iets krom, zeg maar. Ja, want ik kan me voorstellen, als het een bindend referendum is, dan snap ik dat er een opkomstpercentage is. Maar... Nee, maar ook bij, zeg maar, je kunt dat zelf bepalen, want uiteindelijk, maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij de burgemeestersreferenda die in sommige steden zijn geweest, die onder een bepaald percentage bleven. Wat men had afgesproken, wat noodzakelijk was om, zeg maar, om het geldig te laten zijn. Maar de uitslag werd wel bekendgemaakt. En uiteindelijk hebben gemeenteraden op basis van die uitslag een voordracht gemaakt voor een van de burgemeesters. Dan kun je zeggen, dat heb je met name in Utrecht heb je dat gezien, waar die opkomst extreem laag was. In Eindhoven was die opkomst volgens mij toen iets groter. Maar dat is uiteindelijk een keuze die u zelf maakt. Maar de uitslag zal altijd bekend worden gemaakt. Dus niet alleen de opkomst, maar ook de uitslag van de stemming. Zou dan, voorzitter, nog als u me toestaat, zou dan die 30% niet gewoon geschrapt moeten worden? En dat je dan zegt van, nou, we maken onze eigen afweging en de opkomst, dat is een van de afwegingen die we maken. Ja, maar dat is een uur op de bepalen. En soms zeggen, en daarmee is het in de verordeningen vaak dit soort percentage wel opgenomen. Omdat je dan wel iets hebt over iets van draagvlak wat je op een gegeven moment gaat weten. En dat kunnen mensen aan de voorkant ook begrijpen en weten bij welke, ja, laat ik zeggen, wat meespeelt. Want als het 15% is, dan is het weer anders dan als het 29% is, et cetera. En 30% als richtlijn geeft wel iets aan waar je ongeveer naar streeft. Want anders is het elke keer weer opnieuw de discussie. Dat is de reden volgens mij waarom in de VNG-verordening, want dat is natuurlijk voor dit percentage ook opgenomen is. Helder. Zijn er nog anderen voor de tweede termijn? Mevrouw Bijlsma, PvdA. De manier van stemmen en we hebben wel antwoord gekregen over de digitale manier. DigiD is misschien niet de goede weg, maar het punt dat wij ook wilden maken is doe het en. Dus zorg ook wel dat je mensen kan faciliteren die gewoon op stadskantoor hier hun handtekening kunnen zetten. Dus willen we even vragen of daar ook animo voor is. En de heer Van Horst is volgens mij op dit punt ook niet ingegaan of hij bereid is om ook digitaal stemmen mogelijk te maken. En het gaat niet om het stemmen, even voor de duidelijkheid, niet alleen stemmen zelf, maar gewoon ook om het verzoek in te dienen. Ja, het verzoek indienen, zowel digitaal als hier op het stadskantoor. Ik wilde het college daar nog een antwoord op geven en dan de heer Bob. Ik denk op een gegeven moment even, u moet goed in de gaten houden, volgens mij, maar dan kijk ik ook even naar Bob. De gedachte, zo werkt het bij andere referenda ook altijd.
is de indiener van of de organisator, of de, zeg maar degene die graag een referendum wil hebben, die verzamelt de handtekeningen en levert ze vervolgens op een gegeven moment een keer in. En dat kan op verschillende manieren, et cetera. Kijk naar de app die geen pijl heeft ontwikkeld, zou je kunnen zeggen. Maar het is niet zo dat de gemeente moet gaan organiseren hoe die handtekeningen binnen gaan komen. Want het is een initiatief, even vanuit de gedachte, tenzij het op een gegeven moment, wat dat betreft hebben we natuurlijk verschillende referenda die elkaar door elkaar hebben. Daar waar u als raad het besluit om een referendum te houden, zou je kunnen zeggen, is de gemeente de organiserende partij. Daar waar het initiatief uit de samenleving komt, is het aan de samenleving om uw handtekeningen te verzamelen. Maar laten we in een aantal opzichten dat even nog verder uitwerken. De heer Rutte heeft nog een aanvullende vraag. Ik neem wel aan dat zeg maar de wijze waarop de handtekeningen verzameld worden, ja, tuurlijk, wel getoetst wordt. Nee, natuurlijk. Het verschil wat bijvoorbeeld Welsma leek een beetje, als er net zoals geen pijl, er is niet ergens bij gemeentehuizen een ruimte geweest waar geen pijl, waar mensen hun ondersteuning voor het initiatief konden indienen. Nee, geen pijl heeft gewoon heel veel handtekeningen opgehaald en vervolgens overgedragen aan de minister van Middellandse Zaken. Die heeft een toets uitgevoerd en geconstateerd, ze voldoen aan alle voorwaarden en we organiseren een referendum. Begrijpt u het bedoel, mevrouw Welsma? Ja, niks. Ik snap het wel. Ik ga het alleen even teruglezen hoe het instaat. Nee, maar het kan zijn natuurlijk daar waar de gemeente, hè, en daarmee zeg ik op een gegeven moment, op dit moment in het landelijke politiek heb je alleen maar referenda op basis van de initiatiefvoorstellen van burgers. Hier wordt ook een pleidooi gehouden om het te doen op verzoek van de gemeenteraad. Dan is natuurlijk de gemeente een organiserende partij. En dan moet je het weer anders doen. Dan zijn wij degene die in feite de handtekening. Nou ja, laat zeggen, dat heb je volgens mij niet eens. Weet niet zeker of je dan eigen handtekening nodig hebt. Moet ik even naar de verordening kijken. De heer. Want het gaat even om voldoende handtekeningen om het referendum te laten organiseren. Wil de heer Van der Horst hier nog op reageren? Ik denk dat het op zich een hele goede zaak is als er het stemmen zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt, maar ook wel zo veilig mogelijk. En als dat via DigiD kan of via de app, zoals benoemd, ja, dan zijn we dan natuurlijk helemaal voor. En verder vind ik natuurlijk hoe wij de branding doen, dat u mij al als Bob aanspreekt, dat vind ik natuurlijk geweldig. Oh, deed ik dat? Oh, sorry, meneer Van Horst. zijn er nog meer voor de tweede termijn? Niemand meer? Dan wil ik nu overgaan naar advisering. En dan begin ik bij het CDA. Wij nemen een beetje van een positieve grond houden. De PvdA? Ja, we nemen het even mee terug. Prima. Dan, slaat iemand over? Komt er nog een gewijzigd voorstel? Dus die, ja? Dan gaat het sowieso mee terug naar de raad en dan, precies. Oké, okay, nou, prima. Dan hebben we dit agendapunt weer onder dank van u allen afgesloten. Is er behoefte aan een plaspauze? Ja. Dan houden wij nu 5 minuten plaspauze. Dank bij het gevier. Op verzoek van de burgemeester, die nog veel belangrijke zaken te doen heeft. Ook niet, maar. Wel op verzoek van de burgemeester wil ik vragen of er, mensen behoefte hebben om over agendapunt 3. Te spreken en vragen te stellen, want anders dan zal hij deze vergadering willen verlaten. Adviescommissie. De adviescommissie bezwaarschriften. Ik heb niks voor. Nee? Dan verexcuseren we nu de burgemeester. Wel? U wel? Ja? Nou, dan moet u blijven. Ja? De burgemeester blijft. Als ik nummer 1 ben, dan. Maar we gaan nou eerst naar het andere agendapunt. Want daar zitten al 2 mensen vol spanning op te wachten. En die hebben al de hele avond geduld gehad met ons. Dat zijn Diana Smiers en Dick Simons van de commissie Ombudsman. En die zitten op de publieke tribune. Dus dank voor hun geduld. En fijn dat jullie erbij willen zijn. We komen nu bij dat agendapunt, de wijziging samenstelling commissie Ombudsman. Dat is een adviesstuk. De commissie wordt gevraagd te adviseren over de mutatie in de samenstelling van de commissie Ombudsman. Over dit voorstel zijn voorafgaand aan deze commissie technische vragen gesteld door de fractie SP. De beantwoording van deze vragen is via de dagmail aan alle fracties beschikbaar gesteld. Wij bespreken dit in 2 termijnen.
eerste termijn van maximaal 2 minuten voor de meeste, maar voor de SP heeft een langere tijd gevraagd en ik wou aan hen vragen om daar dan ook te beginnen. Is dat mogelijk? De heer Maas. Ja, dank u wel, voorzitter. U zei het in eerste instantie goed. Het is inderdaad hem, want mijn kameraad is er vandoor. Dus ik ben nog maar alleen. Nee, voorzitter, in 2014 trad een van de leden van de commissie Ombudsman terecht terug. Nadat een mail was uitgelekt waarin hij zich onbeschoft uitliet over een cliënt. En mede naar aanleiding van hiervan heeft de SP het onderwerp in september 2014 op de agenda van deze commissie gezet. En de meerderheid sprak toen ook uit dat er behoefte is aan een functieprofiel voor de leden van de commissie Ombudsman. Met dit profiel onder de arm is men deze zomer op zoek gegaan naar een nieuw lid om het drietal weer compleet te maken. En dat nieuwe lid wordt nu voorgedragen en het lijkt inderdaad te voldoen aan dat profiel. Laat dan ook duidelijk zijn dat de SP zeker niet voor de benoeming van de heer Roosendaal gaat liggen. Integendeel, wij feliciteren hem alvast en we wensen hem veel succes met zijn mooie, maar ook zeker belangrijke taak. Voorzitter, maar ondanks dat de SP met de uitkomst van het proces prima kan leven, hebben we wel nog een drietal vragen over het proces zelf. Allereerst hebben ons, en wij waren niet de enige fractie, klachten bereikt dat de vacature onvindbaar was, te kort op de site stond en dat de tijd om een brief te sturen bovendien erg kort was. En desondanks hebben toch 14 mensen zich gemeld. 4 van hen werden uitgenodigd voor een gesprek en ook die gesprekken verliepen niet in alle gevallen naar wens. Een sollicitant omschreef het mij als volgt. Beide leden van de commissie waren aanwezig, een ervan behoorlijk dominant. Geen moment had ik het idee dat er ruimte was voor een eigen inbreng. Je mag aanschuiven en meedoen op onze manier, was hoe het op mij overkwam. En daar heb ik voor bedankt. Dat blijft natuurlijk altijd het woord van een tegen het woord van de ander, maar ik heb er geen reden aan om te twijfelen over de woorden van deze man. Om te voorkomen dat personen, zeker in een ombudsfunctie, te vergroeid raken met hun werk en vernieuwing en vooruitgang mogelijk in de weg staan, zou het volgens de SP goed zijn om te voorkomen dat leden langer dan 6 jaar de functie bekleden. Nu is er na een termijn van 6 jaar de mogelijkheid deze oneindig in principe te verlengen. En hier moeten we volgens mij vanaf. Uit de vele reacties en blijkt dat er ook voldoende belangstelling is. Dus het kan ook niet zijn dat er een gebrek is aan personen die eventueel het zouden willen doen. Vraag aan de wethouder, hoe staat de wethouder, maar vooral ook eigenlijk de overige fracties, want we gaan er per slotverrekening zelf over, tegenover het voorstel om de zittingsduur van leden te maximeren op 6 jaar. Voorzitter, dan als tweede punt. De commissie Ombudsman wordt benoemd door de raad en ziet toe op het werk van de gemeente. In de selectiecommissie zitten nu echter ook ambtenaren van diezelfde gemeente. En eigenlijk is dat natuurlijk raar. We vragen het stadskantoor ook niet om een voordracht te doen voor de nieuwe gemeenteraad. Toch hebben we het zo in het verleden met elkaar afgesproken. Wellicht ook omwille van de beperkte tijd die we als raadsleden hebben. Maar we mogen als raad dan toch minimaal een goede onderbouwing verwachten van waarom uitgerekend deze kandidaat wordt voorgedragen. Ik vind het dan ook jammer dat het zo minimaal is gedaan. Als ik dan zie hoe het voorstel nummer 3 eruit ziet voor de leden van de commissie bezwaarschriften. Dat is al een stuk beter onderbouwd dan het ene A4'tje wat wij nu krijgen. Wanneer we onszelf en deze functie serieus nemen, kunnen we volgens mij niet volstaan met een voorstel van ja, dit is nu eenmaal de beste, tekenen bij het kruisje graag. Voorzitter, de vraag aan de wethouder is, op 1 januari loopt de termijn af voor de huidige zittende 2 leden, dan is dat 6 jaar. En ziet de wethouder mogelijkheden om de raad tegen die tijd beter te informeren over het doorlopend proces en de motivatie van de kandidaatkeuze. Het is nog ver weg. Wellicht misschien ook aan dat deze wethouder een andere portefeuille heeft, maar dan in ieder geval voor haar opvolgster. Tot slot, voorzitter, als derde punt. Sinds 2011 is er ook een landelijke commissie Ombudsman in het leven geroepen. Vandaag in de Volkskrant toevallig stond er een stuk dat deze alweer in twijfel wordt getrokken. Maar niet zozeer om het nut, maar meer om de persoon. Kinderen zijn kwetsbaar en toch sinds dat gemeenten over jeugdzorg gaan ook sterk afhankelijk van gemeentelijk beleid. En volgens de SP zouden we daarom ook als Breda onszelf als kindvriendelijke stad kunnen presenteren. Wanneer we ook op gemeentelijk niveau oog hebben voor de bijzondere problemen waar kinderen tegenaan lopen. En ook de specifieke oplossing die dat vraagt. Hoe staat de wethouder tegenover het idee van een kinderombudsman? En dan niet een heel nieuw instituut of weer een extra lid bij de commissie, maar meer als een taak die belegd is bij een van de leden, zodat er zeker oog voor is. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan gaan we over naar de volgende en dat is de heer Van den Bos, was het, hè? Ja, Van den Bos. Dank u wel. Van D66. Voorzitter, vanuit de raad voorstellende antwoorden op technische vragen van de SP rond de wijziging van de samenstelling commissie Ombudsman blijkt dat er sprake is geweest van een zorgvuldige procedure met grote betrokkenheid van de raad bij zowel het selectieproces als het functieprofiel van de ombudsman. Dus ik heb al enige twijfel bij wat de heer Maas net van de SP heeft in dat verband.
Maar goed, vanuit PNS-stem had ik al begrepen dat de SP inhoudelijk vanavond twee voorstellen wil doen. Het gaat om een eenmalige benoeming van 6 jaar. Een van de ombudsmannen zich specifiek laat opstellen als een kinderombudsman. Het eerste past van in het raadvoorstel. Het tweede gaat in op de taak, functie en taakverdeling binnen het instituut ombudsman. En is hier in onze ogen wat buiten de orde. Het voorstel van de SP de benoeming te beperken tot 6 jaar om zo vers bloed en een vernieuwing te garanderen, is in ieder geval iets waar goed over nagedacht moet worden. Hier bedoelt ze dan gelijk, en dat is enigszins mijn onwetendheid, de vraag voor in hoeverre in de procedure tot nu toe een eenmalige benoeming zonder mogelijkheid tot herbenoeming een rol heeft gespeeld en of er argumenten geweest zijn om dat wel of niet te doen. Dat weet ik gewoon niet. Als dat niet zo is, dan lijkt me goed deze discussie dan nog voor de afloop van de vandaag van de huidige leden te voeren en zo tot het besluit te komen. Vooralsnog is dit alles geen reden om het voorliggende raadsbesluit te blokkeren en gaan we kort met het vertrek van de heer Buijs en de benoeming van de heer Roosendaal als lid van de commissie Ombudsman. En wens hem veel succes. Dank u wel. Mevrouw de Nobel van GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij dachten dit gaat om een redelijk eenvoudige benoeming. Het is unaniem gebleken. Maar door de vraag van de SP nam het een lichtelijk nieuwe wending. De SP stelt dat het benoemen het vervullen van de functie langer dan 6 jaar, dat per definitie vernieuwing in de weg zou staan. En dat vind ik toch wel een heel sterk argument. Want in feite, dat zou je voor elke openbare functie zou je kunnen stellen, van ja, dat je na 6 jaar te veel vergroeid raakt met de functie. Maar dat kan misschien ook wel na 2 jaar zijn, of bij sommige mensen gebeurt dat nooit, omdat ze gewoon vanuit zichzelf vernieuwend zijn. Dus ik vind dat qua inhoud een beetje een lastige als argument. Ja, en die vorm... De heer Maas heeft een interruptie voor u. Ja, kijk, die termijn van 6 jaar is natuurlijk niet zomaar uit de lucht gegrepen. Dat is ook een termijn die landelijk gehanteerd wordt. En bij de commissie Ombudsman Landelijk is het in ieder geval zo in de praktijk dat die de afgelopen 30 jaar nooit langer dan 6 jaar heeft gezeten, zeg maar. Dus het is wel een, zeker in dit soort functies, waar je toe moet zien op een bepaald, op het verleden of hoe er gehandeld is, dan is het op een gegeven moment ook wel zinvol om daar niet te lang te blijven zitten. Vandaar deze termijn. Ja, begrijp ik. Ik heb ook gezien dat hij inderdaad op landelijke zaken is gestoeld. Alleen ja, in sommige dingen is het prettig om gemeentelijk af te kunnen wijken. En daar doet de SP ook graag in een aantal zaken aan mee. Op het moment dat je gaat kijken naar bijvoorbeeld politici, mensen die in de statenlid, Tweede Kamer zitten. Meneer Marijnissen, ik waardeer hem op een aantal vlakken zeer. 16 jaar Tweede Kamerlid, 27 jaar partijleider. En soms nog best hier en daar vernieuwend. Ik vind het dan zo, ja, weet je, moet je niet gewoon naar kwaliteit kijken in plaats van een heel arbitraire grens van 6 jaar te stellen. Kijk naar de kwaliteiten van iemand en beoordeel daaraan, aan de hand daarvan of het zinvol is. En ik heb nog een heel rijtje natuurlijk met SP mensen, maar dat... Ja, voorzitter, ik wil heel leuk reageren, want mevrouw Noob maakt nou een beetje een karikatuur van. We hebben hier niet over politici die benoemd worden door, of waarop gekozen wordt, die verkiesbaar zijn. Het gaat over iemand die wij zelf aanstellen. En kijk, je kan het ook zeggen, daar kan je alles op twijfel trekken en dat mag ook, maar ik bedoel... Waarom stellen we überhaupt de termijn vast? Dat is ook niet voor niks. Als ze dat ter discussie stellen, ik vind het ook prima, maar dan is het een hele andere. Ik denk dat het over kwaliteit gaat en niet over een arbitraire grens van zoveel jaar. De heer Haarhuis heeft een interruptie. Ik vind het ook wel interessant, ik was nog heel even in reactie erop, want het wordt een beetje over de SP ook een paar keer genoemd. Volgens mij is het uitgerekend GroenLinks die met een aantal maximale termijnen werkt en vervolgens dat ook, dus bijvoorbeeld dat je na 3 termijnen was, volgens mij dat je het moet stappen als partijleider. Zo. Dus ja, het is ook goed dat hij niet vreemd. Je kan eerst uitzonderingen maken op basis van kwaliteit. Ik denk dat eigenlijk een punt is. Dat is duidelijk. Het gaat voor de termijn. Heeft u een interruptie? Ik wil eigenlijk misschien even een ordevoorstel doen. Als het mag, voorzitter. Ja? Want op zich, het is allemaal een hele interessante discussie. Maar we kunnen hier volgens mij nog urenlang over doorgaan. Maar is dit niet eerder een discussie? Want het gaat hier om de benoeming van de ombudscommissie, zeg maar. Dat meneer Maas zijn voorstel gewoon uitwerkt in de bespreeknotitie en dat we die apart agenderen. Is dat een idee, meneer Maas? Dat had ik in de termijn willen zeggen. Dat, dit is eigenlijk helemaal niet aan de orde. We zitten hier nu à bout portant over iets totaal anders te praten dan het voorstel.
willen we dit serieus doen? U heeft zeker een punt. Is de heer Maas akkoord dat hij deze punten meeneemt en met een bespreeknotitie aan woensdag hebben wij een vergadering met het CVO. Zou die klaar kunnen zijn? En dan kan die meteen in de volgende ronde mee. Maar ik krijg sowieso wel even de gelegenheid om te reageren. Ja, dat kan zeker. Het lijkt me inderdaad meer richting aan de discussie, want ik merk dat nu het is laat en de willen ze misschien wat minder. Maar en dan zou ik wel graag ook degene van de commissie ombudsman die nu aanwezig zijn, dat dan wil uitnodigen om in te spreken. Want dat heb ik ook wel, dus niet alleen maar als toehoorder, maar misschien ook hun kant van het verhaal. Die uitnodiging hebben ze gehoord, maar ze gaan er natuurlijk zelf over. We maken wel even, er komt dus een bespreeknotitie met name rond die punten. We gaan wel de ronde afmaken of er nog andere zaken zijn die mensen willen inbrengen. Wilt u nog andere zaken inbrengen? Ik wil nog iets anders inbrengen. Prima. Wat wij wel van harte kunnen omhelzen is het plan voor een kinderombudsman. En inderdaad. Maar daar gaan we het nou niet meer over hebben, want er komt hier de bespreeknotitie. Ik wil het wel even meegeven. Ja. En voor het overige zijn we heeft een interruptie? Met de benoeming. En wensen wij... de heer Roosendaal, veel succes in zijn functie. Prima, dan ga ik nu over naar de heer Haarhuis en dan meneer Canny. De heer Haarhuis, Partij van de Arbeid. Ja, het kan natuurlijk een bespreeknotitie zijn van de SP, maar als de hele raad zegt van nou, dit is toch wel het thema dat we die verordening nog eens tegen het licht houden, dan kun je natuurlijk een ander traject kiezen met elkaar en vragen of dat niet ergens op het stadskantoor kan worden voorbereid of zo. Als je echt zegt van nou, er is reden om die verordening ter discussie te stellen. Met die herhaling van die 6 jaar, nou dan is dat misschien al. Ja, je hebt het ingebracht, maar ik weet niet of. Pardon, voorzitter. De heer Maas van de SP heeft dat ingebracht. Maar is het daarmee per se een punt waarvoor hij een bespreeknotitie moet maken? Als de hele raad het wil bespreken, kan het ook anders. Het was net een ordevoorstel of meneer Maas dat wilde doen, maar als meneer Maas er weer anders gaat over nadenken naar uw verhaal, dan staat dat natuurlijk vrij. Maar we maken eerst even de ronde af en dan kan de meneer Maas er even over nadenken. Voorzitter, dank u wel. Ja, meneer Canny van CDA. Ja. Denk het aan onze burgemeester en aan meneer Roosendaal. Wil ik het heel kort houden. CDA staat positief over de benoeming van de heer Roosendaal en wij wensen hem veel succes. Dank u wel. Dank u wel, meneer Canny. De heer Noorhof, Partij Bond. Dank u. Ja, wij staan er ook positief tegenover. En even weer technisch. Misschien is het handig als de SP dan met een amendement komt in dit raadsvoorstel om die 6 jaar in te voeren. Nee, niet in dit raadsvoorstel, maar dat zou dan in de verordening rond de procedure. Ik weet niet of het de verordening is trouwens, maar daar zou dat dan in moeten. Wij zijn voor niet die in dit jaar. Voorstel. Prima, dat staat dan alvast genoteerd. Daar kan de meneer Maas daar rekening mee houden. Maar wij maken nu dit rondje af rond dit raadsvoorstel. Wie kan ik nog het woord geven? Niemand? Geef het nu het woord aan wethouder Haag voor de beantwoording van eventuele opmerkingen en vragen. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst dank voor in ieder geval alle felicitaties alvast voor de kandidaat die u zelf uiteindelijk benoemt. Maar waar u ook zelf het klikgesprek mee gehad heeft na de procedure. Het was een heel zorgvuldig proces waar de raad zijn rol goed in heeft gepakt. De eerste keer eigenlijk voordat er een nieuwe benoeming in de commissie ombudsman plaatsvindt. Want wellicht is dat niet bij iedereen bekend, maar deze commissie is echt pas sinds 1 januari 2013 in Breda aan de slag. Dus in die zin wat vragen vanuit D66 kant. Dit zijn de eerst benoemde, tot nu toe de benoemde leden. Het was de eerste wisseling die we meemaakten. En voor de helderheid, en dat wil ik u wel even meegeven, staat in onze verordening dat de benoemingsperiode een periode is van 6 jaar, net als de landelijke richtlijnen. Dat staat in de verordening met de mogelijkheid voor een herbenoeming aansluitend. Dus artikel 8.2, pagina 3 van de verordening, daar staat dit in. Dus ik wil u wel even meegeven van kijk daarna als u met een alternatief voorstel wil komen. Zeker ook omdat we natuurlijk te maken hebben met de start van 2 van onze leden op hetzelfde tijdstip. Dus als u
strikt aan 6 jaar zou willen vasthouden, betekent dat dat u op 1 januari 2019 met 2 vertrekkende ervaren leden zit. Dus ik zou dat aan de raad wel willen meegeven. U gaat er helemaal over. Het is uw verordening, het is ook uw proces. Maar denk daarover na, vooral ook omdat deze mensen op 1 januari 2013 gestart zijn. Met betrekking tot een specifieke... De heer Van der Bos heeft een vraag nog aan. Ja, want mijn vraag ging met name over het feit van, is er in de tijd toen er besloten is om te zeggen van nou, er is een benoeming van 6 jaar met aan mij de mogelijkheid van herbenoeming, er een overweging geweest om dat op te nemen? Ik heb het vaker gemaakt met dit soort dingen. Dan denk je na op dat moment van, we hebben om die en die reden besloten om die herbenoeming wel of niet mogelijk te maken. En interessant is dat er geweest? En zo ja, zijn die overwegingen toen meegenomen in de procedure? Want dat lijkt me ook wel helder voor de heer Maas om te weten of dat toen een, of is dat gewoon een standaardverordening waar verder toen geen enkele discussie over geweest is? Nee, Breda heeft echt zijn hele eigen verordening gemaakt en daar ook bewust afwegingen in gemaakt. Bijvoorbeeld, hoe doen we het regionaal? We hebben wel ons eigen proces, maar we steken wel sommige zaken regionaal in. Dus er ligt echt een specifiek Bredaarse verordening waarin dit allemaal discussiepunten zijn geweest. En de raad bewust heeft gekozen wel voor 6 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. Om niet continu in dezelfde groepen ook die switch te maken. Maar het staat altijd vrij om daar een wijziging in aan te brengen. Maar destijds heeft dat een club van, ik geloof 4, 5 raadsleden, hebben dat heel uitgebreid of de argumenten van toen ook even nu op tafel kunnen komen. Want dan, als we krijgen, misschien wel weer een halen. Dus de vraag is of u op dit moment nog weet of dat we die moeten nazoeken, wat de argumenten zijn, om die mee te geven aan de heer Maas. En dan moet ik naar de griffie kijken in dit geval. Dit is echt een raadsproces geweest waar de raad met een voorstel is gekomen. Dat is voor mij dus makkelijk. Ik weet niet in hoeverre dat allemaal gearchiveerd is in die tijd. Het resultaat is de verordening. Wij zullen, die is vastgelegd en de vergadering rond de verordening. Wij zullen toezeggen dat de raad, dat de griffie in ieder geval even nagaat of die argumenten nog boven tafel te halen zijn. En als ze boven tafel te halen zijn, dat die alsnog weer gedistribueerd worden. Eigen griffie is ook goed. Vervolgens wordt er, en ik zal niet te diep op de wens voor kinderombudsman wel of niet. De huidige werkwijze van onze ombudsman, de commissie-ombudsman, is dat ze alle gemeentelijke beleidsterreinen pakken met 3 personen. En dat gaat dus ook van, nou ja, van milieu tot openbare orde, tot alle zaken die langskomen. Daar is dus bewust niet gekozen om daar een onderverdeling in te maken, omdat ze ook het echt gezamenlijk als team doen. Met betrekking tot de jeugdzorg, zoals u het brengt, hebben we in 2014 een weloverwogen keuze gemaakt in Breda om met het verbeterpunt zorg en met een onafhankelijke vertrouwenspersoon die wij via de VNG financieren, om die onafhankelijke borging en de Bredaarse borging met betrekking tot jeugd specifiek te doen. Dus ook dat geef ik u in de overweging mee, die afweging die we toen gemaakt hebben, juist specifiek op jeugd. Ik zou u adviseren, doe het niet dubbel. Kijk dan ook of je een van die andere functies dan zou moeten of kunnen minderen. Maar op zich vanuit ons perspectief, vanuit die zorg en de jeugdkant, zijn we heel tevreden over die combinatie zoals we hem nu hebben. Dat wil ik graag even meegeven. En dan wens ik met u ook meneer Roosendaal straks, als hij benoemd is, na de raadsvergadering heel veel succes toe. Dank u wel. Ik kom even terug op de heer Maas. Tweede ronde moeten we nog hebben, geloof ik. Het is latend worden. Zijn er mensen voor de tweede termijn? Ja? Nee? Alleen de heer Maas. Ja, heel kort, voorzitter, want ik heb natuurlijk... Ik heb even over na kunnen denken. Volgens mij is het toch de juiste weg met een bespreeknotitie dit punt nog wat verder uit te diepen met elkaar. Wel nog even kort een reactie op wat de wethouder zei over de kinderombudsman. Ik zei inderdaad als voorbeeld jeugdzorg. Dat is een van de aanleidingen omdat juist ook, omdat er meer eigenlijk beleid van de provincie en van het Rijk naar de gemeente is gekomen, dat misschien zou motiveren om lokaal dat nadrukkelijker te benoemen, zo'n kinderombudsman of die taak. Het gaat niet alleen over jeugdzorg natuurlijk. Het is ook breder dan dat, net zoals ze nu Mark Dullaert volgens mij, dat ook gewoon brede thema's oppakt die wel specifiek kinderen raken. Het gaat niet alleen over verbeterpunten die met de zorg te maken hebben.
En verder, ja, ik heb de wethouder gehoord en ik ga er een besprekingsnotitie van maken. En dan zullen we het de volgende cyclus over hebben. Dank u wel. Prima. Dan constateer ik dat we in 2 termijnen hierover gesproken hebben. Dat de SP met een bespreeknotitie komt rond de vragen die zij zelf hier hebben opgeworpen. Maar die niet helemaal dit raadsvoorstel raken. En gaan we nu stemmen over dit, niet stemmen, gaan we nu adviseren over dit raadsvoorstel. Kan ik ervan uitgaan dat deze naar de verzamellijst mag en dat we allemaal positief zijn? We zijn allemaal positief en dan feliciteren we de nieuwe ombudsman. Ja, inderdaad. Nou ja, hij is niet. Formeel gaan we natuurlijk nog stemmen op de verzamellijst in de raad en dan pas is de formele benoeming. Maar hij is. Het moet wel heel gek lopen, wil dat nog anders worden? Goed. Maar formeel is dat natuurlijk helemaal gelijk. Dan komen we nu bij het laatste agendapunt. De benoeming van 4 commissieleden van de adviescommissie bezwaarschriften met ingang van 1 februari 2016. De commissie wordt gevraagd te adviseren over de benoeming van 4 commissieleden van de adviescommissie bezwaarschriften met ingang van 1 februari 2016. We hebben daarvoor weer 2 termijnen. In de eerste termijn maximaal 1 minuut, 60 seconden. Wie wil deze gebruiken? De heer Noorhof. Dank u, voorzitter. Ja, ik begin met verontschuldiging aan de burgemeester. Want ik heb ondertussen wat digitale research gepleegd en het antwoord op de vraag gevonden. De vraag, ik kan dat nog even checken. Mij boeit, als je al iets begint, moet je ook een exit-strategie hebben. Je moet weten wanneer en waarom en hoe het eindigt. En ik vind in de verordening behandeling bezwaarschriften Breda 2004 staan dat de duur, want door de SP was ik op het idee gebracht, is er wel een eind afgesproken. En artikel 6 spreekt zich uit over de zittingsduur. De voorzitter en de overige leden van de commissie treden af op de dag waarop de leden van de gemeenteraad periodiek aftreden en kunnen te zond worden herbenoemd. Dus dit is het antwoord op mijn vraag. Dank u. Dank u wel. De heer Van den Bos, D66. Ja, ik heb een paar minuten, dus ik moet een beetje skippen. Het ging over het volgende. Ik vond het inderdaad in eerste instantie vreemd dat er 4 vacatures waren voor deze commissie. Ik begrijp dat er ook wat discussie was over het schema van aftreden. En ik ga ervan uit dat dat inmiddels opgelost is. Mijn andere vraag ging inderdaad over het feit over de procedure. Want ik vond het wat vreemd dat vrij inhoudelijk werd weergegeven welke toetsingcriteria waren voor de procedure. En de benoeming verder werd afgedaan in 1 zin. En als manager PNO vond ik het ronduit knap dat je 45 man weer terug te brengen tot 4 mensen. En dan 4 mensen uitnodigt voor gesprekken en dan 3 benoemd. Maar ik heb inmiddels een antwoord gegeven op mijn vragen. Hoort dat daar toch wel een heel zorgvuldige procedure aan vooraf gegaan is. Maar daar blijft voor mij inhoudelijk nog even 2 dingen over. En dat is 1 ding, een zekere mate van onwetendheid. Er is gekozen, dat zie ik nadrukkelijk, voor een hele juridische insteek. Nou, dat kan heel terecht zijn. Maar het is meer de vraag of dit dan een impliciete dan wel een expliciete keuze is. En als het een impliciete, zeker expliciete keuze is, of er redenen zijn die te heroverwegen. En een van de argumenten die ik daarvoor in mijn achterhoofd heb, maar dat is een beetje ook met wat onkunde van mezelf, is het over de ontwikkeling als bijvoorbeeld de omgevingswet. Ik heb er zelf een keer gestaan voor die commissie en ik was samen met een aantal mensen erg gefrustreerd door de heel juridische insteek. Uw minuut. Ik heb nog 1 klein puntje. En verder is een mogelijke punt of in hoeverre leden van dergelijke commissies een binding met Breda of wellicht iets ruimer West-Brabant moeten hebben. Nu speelt dit, voor het naar ik begrijp, geen enkele rol. En dat is wel iets waar je over na zou kunnen denken. Dank u wel. Zijn er nog anderen in eerste termijn? Nee. Wie mag van het college de burgemeester? Het is bescherming van burgers, rechtsbescherming, daarom valt het op mijn portefeuille. De 2 opmerkingen, want meneer Noorhoofd heeft eigenlijk geen vraag meer gesteld. De vragen die nog overblijven. Ja, het is een juridische club. En het moet ook getoetst worden op juridische zaken. En niet, het is geen heroverweging op de inhoud, het is een heroverweging op juridische zaken. En dus wat dat betreft moet je op een gegeven moment, want het is geen, even anders wordt het bijna een soort, laat ik zeggen, iemand die nu een primaire afweging gaat maken. Nee, is het primaire besluit wat genomen is, waar de inhoudelijke afdeling of de portefeuillehouder bij betrokken is geweest, is dat op de juiste juridische gronden gebeurd. Dus is het ook heel logisch dat het expliciet naar juridische deskundigheden wordt gevraagd. Want anders krijg je een soort
ja, een schaduwcollege of een schaduwambtelijk apparaat. En volgens mij is dat nou net niet datgene waar deze commissie voor zou moeten zijn. Dat dat soms voor mensen zeg maar die inspreken of die hun bezwaar maken, dat het af en toe lastig is, omdat ze dan zeggen, ja, we willen graag over de inhoud praten. Ja, wacht even, de inhoud is voorbestemd aan de politiek verantwoordelijke. En de juridische mensen mogen kijken of het voldoet aan alle regels die we met elkaar gesteld hebben en of het past binnen de beleids- en juridische kaders. Dat snap ik, dat wist ik dus ook, maar ik zat even na te denken. De omgevingswet komt misschien niet in een ander kader te staan. Nee, want ook in en dat... Als het niet zo is, dan houd ik die grappig aan mij nog even. Nee, volgens mij is de rol die vervolgens op een gegeven moment deze commissie moet spelen, is dezelfde rol. Namelijk op het moment dat de overheid besluit heeft genomen, juridische check voordat je naar de rechter toe gaat, zou je kunnen zeggen, voordat je daadwerkelijk in bezwaar gaat, moet je op een gegeven moment gewoon kijken, is het al goed genomen. Overigens dat ook helder zijn, hè? En dat is voor ons wel belangrijk. Er zijn ook heel veel gemeenten waar dat door de eigen ambtelijke organisatie wordt gedaan, door juridische afdeling. Dat is dan vaak de juridische afdeling die in feite de inhoudelijke afdeling eigenlijk een besluit opneemt. Hier hebben we voor... Ja, maar dat zijn dus twee verschillende organisaties binnen dezelfde organisatie, want het is nog steeds een heroverweging van het besluit wat in eerste instantie is genomen. Door juridische... Wij kiezen hier voor een externe commissie om de onafhankelijkheid, zeg maar, te kunnen garanderen. Dat is vaak voor het draagvlak en het vertrouwen van de mensen die hem zwaar maken wel van belang. Maar het is wel een keuze die je moet maken. Juist vanwege die onafhankelijkheid vind ik ook dat de binding met Breda en West-Brabant niet het sterkste argument hoeft te zijn voor de mensen om gekozen of de mensen geselecteerd te worden. Het gaat om juridische kwaliteiten. Sterker nog, in een aantal opzichten waar je praat over onafhankelijkheid, is juist binding misschien in een aantal opzichten juist minder gemakkelijk, omdat je namelijk dan ook op een gegeven moment misschien zelf een betrokkenheid hebt. Waardoor je op een gegeven moment je zuivere taak die je moet vullen, namelijk de juridische implicaties, beoordelen, dat het juist soms wel eens lastiger maakt. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, ik wil het geen verbod laten zijn als iemand in Breda of West-Brabant zijn, maar om nou te zeggen het is een pre, dat zou ik vanwege de status en de aard van deze commissie nou niet direct gelijk zeggen. Nee, die heeft zelf geantwoord. Ja, okay. Dat zijn de beste commissieleden. Die stellen een vraag en die beantwoorden hem zelf. Dus dat is. Ik dacht dat hij nog wilde weten. Maar ik ga dat niet meer. Ja, nee, als meneer Noorhoff zegt dat het klopt, dan geef ik hem gelijk. Ja. Prima. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Nee? Dan gaan we over naar de advisering. Kan ik ervan uitgaan dat iedereen hierover positief adviseert? Ja? Dan zijn we hiermee gekomen tot het einde van de vergadering. En dan dank ik jullie hartelijk. En ik zie jullie de volgende keer terug. Dag.